Dames en heren, welkom op dit 23e lab over circulaire dataservers. Hoe worden ze bereikbaar en opschaalbaar? Dat is de hoofdvraag. Mijn naam is Jacqueline Kramer, de moderator van deze bijeenkomst. Dit lab is wederom georganiseerd door het Utrecht Sustainability Instituut, evenals het vorige lab in samenwerking met de Amsterdam Economic Board. Dit lab is een tweeluik. Tezamen met het vorige lab, waar misschien sommige van de kijkers ook bij gewoond hebben. Een lab over circulair inkopen van ICT op de werkplek. Dat werd gehouden op 29 september. Als we nou kijken naar de aanleiding van dit 23e lab over circulaire dataservers, dan is de hoofdreden dat wij hier speciaal aandacht voor vragen, is de grote milieu-impact van dataservers. En gezien de te verwachten exponentiële groei van het dataverkeer en de daarmee samenhangende energieverbruik, wordt dit probleem natuurlijk alleen maar nijpender. Nu al is de huidige bijdrage van de ICT-sector aan de broeikasgasemissies ongeveer 3-6%. En als de huidige groeilijn doorzet, dan zitten we op 14% in 2040. En ja, ter vergelijking, dat is ongeveer de uitstoot van de broeikasgasemissies van de wereldwijde transportsector. En Nederland is hierin bepaald geen kleine speler. Ze is dé datahub nummer 1 in Europa met de metropoolregio Amsterdam voorop. Tot op heden gaat de maatschappelijke discussie over dit vraagstuk vooral over het hoge energieverbruik van datacentra en het gebruik van restwarmte. Natuurlijk ook heel erg belangrijk, maar nu nog onderbelicht is het feit dat de productie van dataservers veel energie, we noemen dat embodied energy, kost. En dat is ongeveer 35-45% van het geheel. En bovendien bevatten de servers kritieke metalen. Namelijk 10 van de 30 kritische metalen, waarvan van die 10 enkele over 10-40 jaar tijd zijn uitgeput, als we zo doorgaan. Dat ziet u ook op de slide. De groei van het dataverkeer en dus ook de opslag van al die data en ook de korte afschrijvingsperiode van servers zorgen ervoor dat die kritieke metalen snel opraken en dat we veel materiaal en energie verspillen. Zo worden we eigenlijk in Nederland jaarlijks, en ja, dat zijn echt wel een heleboel, 500.000 servers afgedankt. Dat betekent dat het circulair maken van dataservers dus heel erg belangrijk is en daarom centraal staat tijdens dit lab. En het mooie is, er zijn in principe veel potentiële circulaire oplossingen. Servers zijn namelijk modulair opgebouwd en dat maakt het makkelijker om er ook circulair mee om te gaan. Daar horen we straks meer over. Maar wat blijkt dat de marktvraag naar deze oplossingen voor dataservers nog heel erg laag is. En dat is ook de reden om dit lab te organiseren, om te bekijken wat we met elkaar kunnen verbeteren aan die situatie. En de vraag te stellen, welke circulaire oplossingen zijn er nu al mogelijk en hoe kunnen we die al gewoon in de praktijk brengen? En we gaan natuurlijk ook kijken wat de sturende rol van inkopers in het kader van circulair inkopen en aanbesteden kan zijn. Want dat is ook een heel belangrijk thema in onder andere de metropoolregio Amsterdam. De Amsterdam Economic Board is in de metropoolregio Amsterdam met dit vraagstuk enorm bezig al. En vooral op het gebied van energie. En daarvoor hebben we een groot programma opgezet. Dat heet LEAP, Lower Energy Acceleration Program. En dat is opgezet in nauwe samenwerking met bedrijven, met kennisinstellingen en overheden in de Amsterdamse regio. En ICT en datasergebruik is daarin een belangrijk speerpunt. En nogmaals, tot nu toe lag daar de nadruk ook op energieverbruik.
Maar dit lab en ook het vorige lab over ICT op de werkplek is een startschot om het werk binnen LEAP uit te breiden met het thema circulair en daar dus ook meer aan te gaan doen. En voor diegenen die het vorige lab ook hebben bijgewoond, die weten dat we toen ook hebben geconcludeerd dat het heel zinvol is om met de input van de panelleden van het vorige lab een handreiking te maken voor inkopers, gericht op circulair inkopen van ICT op de werkplek. Maar omdat dit lab van vandaag heel veel raakvlakken heeft met het vorige, zullen we kijken of we die handreiking die we aan het voorbereiden zijn, ook kunnen uitbreiden met de resultaten van dit lab. En daarmee hopen we dan gezamenlijk ook voor de inkopers een aantal barrières te hebben weggenomen om met circulair inkopen van ICT op de werkplek en van de dataservers aan de slag te gaan. Ja, en wat is dan het programma van vandaag? Nou, daar kom ik zo op terug als ik eerst even vertel wie, en u ziet ze niet, want normaliter zitten we altijd zo mooi in die zaal van het academiegebouw. En dan stemmen we altijd van wie komt er van uit welke hoek aanwezig zijn. Nu zijn dat ongeveer 40% van de mensen die eindgebruiker is. Ongeveer 40% van de mensen die kijken is afkomstig uit de advies- en onderzoekswereld. En ongeveer 20% komt uit de zakelijke dienstverlening. Nou, we hebben niet de mogelijkheid, zoals in het academiegebouw, om fysiek met elkaar in interactie te gaan, ook met de zaal. En dat is ook altijd lastig als je hele interessante panelleden hebt en die ook aan het woord wil laten. Maar wat we gaan doen is het volgende. U kunt chatvragen stellen in de chat. En Joppe van Driel van het Utrecht Sustainability Instituut zal tussendoor zoveel mogelijk uw vragen beantwoorden. En daarnaast zal ik heel gericht aan u als kijker ook twee keer per panel een specifieke vraag stellen waarop u dan in de chat antwoord kunt geven. En dan zal Joppe ook die antwoorden bekijken. En deze worden mij doorgegeven, of ons allen liever gezegd, want hij zal het zelf doen, om daar ook vanuit de panelleden kort op te reageren. Dus schrijft u voor, gerust ook uw vraag en uw aanvulling in de chat. En dan kunnen we op die manier toch, ook al is het een andere vorm, met elkaar in gesprek gaan. Het programma is eigenlijk opgebouwd op dezelfde manier als altijd. We hebben twee paneldiscussies, voorafgaand elke keer aan een korte pitch. De eerste paneldiscussie gaat vooral over de huidige stand van zaken en de technische mogelijkheden om grotere stappen te zetten op het gebied van circulaire dataservers. En het tweede panel dat gaat vooral over het handelingsperspectief voor inkopers van servers. Wat zij kunnen doen en of we die handreiking waar ik het zojuist over had, of we die ook kunnen uitbreiden. Maar we zullen het ook hebben over de rol van de overheid om circulariteit van dataservers te bevorderen. Nou, ik wens u allemaal een hele interessante bijeenkomst en ga nu graag door met de introductie van de eerste pitchspreker. En dat is Jeroen van der Tang van NL Digital. En hij zal het hebben over dataservers in de MRA en Nederland. Aan jou het woord, Jeroen. Je staat op mute, Jeroen. Dankjewel. Even kijken. Ja, goedemorgen en dank Jacqueline ook voor de uitnodiging om hier te kunnen spreken over het thema circulariteit, e-waste, ingezoomd op dataservers. We memoreerden net al even dat ook de eerste Circular Economy Lab over e-waste ging, dus het is een thema wat is en ook wel zal blijven. Ik mag deze presentatie houden vanuit NL Digital, de branchevereniging voor de ICT-sector in Nederland. Waar ook ICT Milieu, de stichting die zich bezighoudt met inzameling en verwerking van ICT, onderdeel van is. Even een kleine terugblik hoe wat dan eigenlijk het kader is voor elektrische apparaten in Nederland, waar ICT onder valt. En dat is eigenlijk ook al
Een kader wat al een behoorlijke tijd teruggaat. Ruim 20 jaar hebben we regelgeving op onze sector als het gaat over ICT-hardware. En dan staat centraal dat er een goede structuur is om apparaten in te zamelen voor productmateriaalhergebruik. Waar verschillende partijen ook een rol in hebben. Niet alleen de producenten, maar ook de partijen die afdanken, die repareren. Met als doel ook het ontwerp uiteindelijk te beïnvloeden. Dus ook ecodesign en hergebruik waren termen die al 22 jaar geleden in swoon waren, toen het woord circulaire economie nog niet bestond. Was dit al praktijk in Nederland, in de regelgeving en in de uitvoering. Nog voordat veel andere landen in Europa hier al mee bezig waren. Vorige week mochten wij vanuit Stichting ICT Milieu ook stilstaan bij dat 20-jarige jubileum. Dat we inderdaad de inzameling ook organiseren in Nederland van ICT, met name ook consumentenapparatuur. En dat ging ook met een mooie mijlpaal van 300 miljoen kilo. Een equivalent van meer dan 41 Eiffeltorens aan materiaal dat we in deze periode hebben ingezameld. Tijdens die reis was er een mooie tussenmijlpaal in 2008. Waar een bekende dame op deze plaat ook inderdaad de trofee in ontvangst neemt. Van 100 miljoen kilo ingezameld ICT. Jacqueline Kramer in haar rol toen als minister van Vrom. Dus het is een thema wat de sector al een hele tijd bezighoudt. En niet alleen in beleid, maar ook in uitvoering van de inzameling en verwerking van ICT. Nou, even kort op vogelvlucht hoe dat is verder gegaan. Het is inderdaad omarmd in Europa, het hele thema van elektronica, inzameling en verwerking in de WE Directive. Die vervolgens weer is geïmplementeerd in Nederland. Met een aantal concrete doelstellingen op de inzameling van afgedankte elektrische apparaten. En op de verwerking daarvan. Dat vraagt gecertificeerde verwerking. Die ook wordt geregistreerd in een nationaal register. En in een monitoringsberaad met verschillende partijen. Wordt geborgd dat die doelstellingen ook gehaald worden. Dat gaat over alle elektronica groepen heen. Hè, dus dat gaat over inderdaad witgoed, bruingoed wat je net zag. Maar ook over speelgoed. Over ICT is daar dus ook een fractie van. Waarbij vanuit NL Digital en ICT Milieu dus voor staan opgesteld. De structuur daarvan is wel aan het veranderen. Er is een algemeen verbindend verklaring aangevraagd om tot één regieorganisatie in Nederland te komen voor elektrische apparaten. En de producentenverantwoordelijkheid daarbij, dat gaat zowel vanuit Stichting Open, organisatie producentenverantwoordelijkheid E-Waste Nederland, invulling gaan krijgen. Er is een positief besluit genomen, of ontwerpbesluit vanuit de overheid genomen hiervoor. We verwachten binnenkort ook het definitieve besluit voor. En dan zal die inzamelstructuur en die hele regieorganisatie die er nu is, verder versterkt worden. Om ook die aangescherpte doelstellingen te kunnen halen, met name op het gebied van inzameling. Nou, dat is in Nederland wat er gebeurt. Ondertussen wordt de huidige regeling ook aangepast met de nieuwe registratieverplichting voor export voor hergebruik. Ook bedoeld om extra grip te krijgen op die stromen van elektronica, om daar ook mee rekening te kunnen houden in de doelstellingen die we hebben in Nederland. Want wat niet meer in het land is, kan je immers ook niet meer inzamelen. Nou, op de achtergrond speelt natuurlijk in Europa nog heel veel, met de gewijzigde kaderrichtlijn afvalstoffen, het Circular Economy Plan. Dus dit is een thema wat ook zeker nog niet van de agenda is, alleen nog maar meer aandacht zal krijgen de komende tijd. Goed is om eerst even te kijken wat nou de stand van zaken is, ook als we praten in de getallen die langskomen over hoe we het doen met elektronica, inzameling en verwerking, internationaal e-waste genoemd. We zoomen even in van het globale plaatje naar Europa, naar Nederland, naar de MRA en dan specifiek op ICT. Als we in de recente studie kijken van de Global E-Waste Monitor 2020, dan zie je dat over de continenten heen, dat als je naar de inzameling kijkt, dat Europa meer dan 40% daar gunstig afsteekt bij een aantal andere continenten, waar Amerika nog geen 10% haalt. Azië daar zelfs iets bovenuit komt. In Afrika ook aan het begin staat van de geregistreerde inzameling en verwerking. Maar zoals je zag staat die 42 natuurlijk nog niet op de lat van de 65 die we inmiddels zouden moeten bereiken in Europa. Het eerste beeld daarvan is inderdaad ook niet zo gunstig, dat die 65% al bereikt wordt. Je ziet dat de data van de verschillende landen in Europa nog ook lang niet allemaal al beschikbaar is. Nou, in Nederland bijvoorbeeld wel. En in Nederland staan we nu op 48%.
En dan is alles meegenomen, ook bijvoorbeeld de zonnepanelen, die natuurlijk massaal op de markt komen, maar niet terugkomen. Dat scheelt al 10%. Dat zijn niet de type producten die je binnen 3 jaar weer wil inzamelen en verwerken. Maar dat zijn wel allemaal productgroepen die ook in deze cijfers vertegenwoordigd zijn. Het geeft wel even aan over de hele linie dat we met het Europese kader van doelstellingen wat er nu is, gewoon een uitdaging hebben om meer grip te krijgen op de stromen. En dat we nu ongeveer de helft in beeld hebben als gecertificeerde verwerking. Maar de andere helft dus nog niet goed in beeld hebben. Nou, waar zit dat dan? Dat zit voor een deel zit dat in het oud ijzer meegemengd. Dan heb je het echt over wasmachines, cv-ketels, dat soort zaken die gewoon voor de oud ijzerprijs uit het systeem verdwijnen. Dan heb je natuurlijk ook nog een aandeel van elektrische apparaten dat inderdaad in de kliko verdwijnt. Onterecht of in het bedrijfsafval. Dan hebben we de exporten naar Afrika. Deels illegaal, maar ook deels gewoon legale exporten. Waar we het zo meteen over gaan hebben, is dat veel ook producenten internationaal refurbishment locaties hebben. Nou, dat zijn prima circulaire activiteiten, maar dat zijn wel volumes die van de Nederlandse markt verdwijnen en die wij niet meer kunnen rapporteren. Dus uiteindelijk zal je al deze stromen zal je beter in beeld moeten brengen om ook duiding te geven aan deze cijfers en om ook te zien waar nou echt de potentie ligt om nog volgende stappen te zetten. Als we dan inzoomen op Nederland, dan zien we dat we in de afgelopen 8 jaar echt wel stappen gemaakt hebben. Dat we in 2010, toen we als een van de eerste landen in Europa baanbrekend onderzoek deden naar lekstromen en e-waste stromen. Toen hadden we ruim een derde hadden we toen goed in beeld als verantwoorde verwerking door ook de inzamelcollectieven als ICT Milieu. Toen zag je dat ook een derde ongeveer niet gecertificeerd of verantwoord verwerkt werd. En natuurlijk ook een deel verdween in die kliko en in die export. Nou, dat beeld is inmiddels wel wat bijgesteld. Dus nu kunnen we ongeveer de helft als verantwoorde verwerking rapporteren. Maar verdwijnt nog steeds een kwart in dat grijze circuit. En ook nog een kwart in die kliko en richting het buitenland. Dus ja, we zijn op de goede weg. Maar we zijn er nog niet op het punt waar we wezen moeten. En dat is de inzichten die we afgelopen jaren hebben opgebouwd, hebben natuurlijk wel geholpen om te weten waar we het zoeken moeten. Maar voor een deel is het ook een registratie van stromen die prima circulair worden opgepakt. Nou, het laatste blik op de cijfers. Als we echt op Nederland inzoomen, wat is nou het eikpunt, wat is nou de nationale rapportage over e-waste, waar ICT onderdeel van uitmaakt? Dat is dat Nationaal Wieregister, wat ik net noemde, dat sinds de wet in 2014 ook operationeel is. Twee plaatjes. 2018 rapporteerden we nog in 10 categorieën waar ICT in eigen categorieën was. Toen hadden we 59% verantwoord ingezameld en verwerkt. Nou, daarmee deden we het aanzienlijk beter dan het gemiddelde van 2018. En al een heel stuk op weg naar die 65%. Als we in dit jaar ook zouden corrigeren voor de export voor hergebruik, dan zouden we ruim boven de 65, zelfs boven de 80% uitkomen wat we kunnen verantwoorden. Dat we dat niet nu kunnen laten zien is omdat in 2019 die categorieindeling is op de kop is gegaan. In de WE-directive is daar een nieuwe rapportageindeling gekomen, waardoor ICT eigenlijk over 3 categorieën is uitgesmeerd. Dat zijn schermmonitoren, dat zijn grote apparaten, waar ook alle grote huishoudelijke apparaten in zitten, maar ook bijvoorbeeld grote kopieerapparaten. Sommige grote servers zullen daaronder vallen. En dan hebben we de categorie die wel specifiek voor ICT is. Dat is het kleine ICT en communicatieapparatuur. Nou, je ziet ook hier dat die 48% terugkomt als totaal voor Nederland. Maar dat we daar als ICT-sector toch wel positief bij afsteken. En gaan inzamelen in Nederland met het systeem van de producentencollectieven die we hebben. Maar daarnaast zie je heel veel gecertificeerde verwerking, ook door verwerkers die dat netjes rapporteren. En krijgen we steeds beter zicht op die exportstromen. Nou, als je die 3 samen neemt, komen we dus inderdaad tot hele hoge inzamelpercentages die we vanuit ICT kunnen laten zien. Nou, inzoomend op servers. Dat is dus een van die stromen waar nou met name veel hergebruik en veel export plaatsvindt. We hebben een tijdje geleden dus ook apart onderzoek nagedaan van waar blijft dat nou, samen met Amsterdam Economic Board, Community Amsterdam, Iron Mountain en HPE. We hebben toen effect gevraagd om dat eens uit te zoeken op basis van de statistieken die er zijn van opgaven van servers in de registers, de marktdata, interviews in de markt. Is het beeld naar voren gekomen dat er
ja, ongeveer 500.000 servers elk jaar worden afgedankt. Hè, waarvan een groot deel natuurlijk ook in de MRA-regio. Maar dat daar het grootste deel eigenlijk van naar het buitenland verdwijnt. Of eigenlijk in die handel verdwijnt, waarvan het grootste deel naar het buitenland, dus ongeveer de helft, verdwijnt van de Nederlandse markt voor nuttige toepassing of hergebruik in een tweede omgeving. Waar wellicht andere eisen ook worden gesteld aan de server, waar er gewoon nog een heel goed gebruik is van die apparatuur. En dat zijn stromen waar we zicht op moeten hebben, wat als gezegd prima circulaire opties zijn. Maar waar we wel vragen aan de exporteurs om dat in beeld te gaan brengen. Omdat we anders nooit de Nederlandse boekhoudingen sluitend krijgen. Ja, dan als laatste even, hoe ziet die markt er dan uit? Of als een laatste. Ja, er zijn dus heel veel partijen die hier een rol in spelen. Ja, voor een deel zijn het die producenten natuurlijk die spullen op de markt zetten. De resellers, enorme resellkanalen die daar ook een rol in spelen. Veel datacenters, ook een aantal hele grote. Vandaag ook in de call, ook heel veel kleine serverruimtes, datacentertjes bij bedrijven intern. En ook de partijen die daar diensten aan leveren. Gespecialiseerde refurbishers, IT asset deposition, dienstverleners. Gespecialiseerde recyclers, handelaren. Is toch een groeiende markt. Je ziet nu een bekende site, is bijvoorbeeld de broker site waar veel ICT verhandeld wordt. Er zijn in Nederland toch al bijna 170 bedrijven die hier actief in zijn. Dat zie je ook in de Gartner rapporten. Maar gelukkig zie je ook die stromen steeds meer in beeld gebracht worden. Bijvoorbeeld door de ook gecertificeerde verwerkers. Je kan ook al bijna 50 locaties in Nederland terecht om op een gecertificeerde manier ook je ICT te laten verwerken. Dus een complex ecosysteem dat goed in kaart gebracht is. Waarbij ook steeds beter grip ontstaat over de volumes en de actoren in dit speelveld. Dankjewel. Mag ik er nog eentje? Sorry, ik had beloofd de laatste. Ik heb er nog eentje. En dat gaat toch even over je favoriete airladder, denk ik, Jacqueline. Dat gaat over het handelingsperspectief voor hergebruik. Wat er natuurlijk duidelijk in zit. Ook in de eigendomsmodellen is er natuurlijk veel gaande. Dat van door soms op eigendom blijven van hun servers en dus ook weer terugkrijgen. Reparatie, refurbish zijn natuurlijk hele belangrijke takken van sport in onze markt, in de hoogwaardige producten die we hebben. Remanufacturing door ook producenten zelf, zal zo denk ik het nodig nog over gezegd worden. Tot dit punt hebben we het nog steeds over werkende apparaten. Op het moment dat het echt afval wordt, dan komt recycling en En ook daar zal de wetgeving worden aangescherpt, dat het ook alleen nog mag worden aangeboden aan gecertificeerde verwerkers. En zo proberen we met elkaar toch die circulaire economie de ruimte te geven. En ondertussen ook de inzameldoelstellingen in Nederland te halen. Hartelijk dank. Ja. Wij gaan nu naar de paneldiscussie. Ik denk dat als de panelleden spreken, dat hij dan op mute gaat in plaats van omgekeerd. Maar dat zullen we zien. Dat gebeurde in ieder geval bij mij. Maar ik wil graag de panelleden voorstellen. Dat is in de eerste plaats Robert de Koning van Dell. Tweede, Arjen Woerkom van Aliter Networks. En de derde spreker is Jochem de Groot. En de laatste hebben jullie al gehoord. Dat is Jeroen van der Tang. Jullie horen, ik spreek met voornamen en jullie en je. Dat komt omdat dat plezieriger is om een gesprek te voeren. Dus dat heb ik van tevoren ook tegen de panelleden gezegd. Graag wil ik de panelleden zich laten voorstellen. En wel op zo'n manier dat wij laten nu een slide zien van het speelveld. En dan wil ik ieder van u vragen zich voor te stellen en toe te lichten waar u in het speelveld zich bevindt. Ik wilde graag beginnen met Robert de Koning. Ja, goedemorgen Robert de Koning. Ik werk voor Dell Technologies als een pre-sales engineer. Wij zitten aan de bodem, de leverancierskant van de hardware. Ik weet niet waar ik die hierin kan vinden. Ja, we zitten bij de materialen en onderdelen. We hebben daar ook een ketenverantwoordelijkheid hoe wij onze spullenpool ophalen en bij elkaar zetten tot een product. Dus we zijn daar ook bewust ook bezig met recycling en energiebesparing. Maar je ziet dat wij niet het hele speelveld beslaan.
Nee, maar dat is juist de problematiek waar we mee te maken hebben. Iedereen zit in één schakel van de keten. En de vraag is hoe we als hele keten meer kunnen samenwerken met een meer circulair resultaat. Arjen, zou jij je kunnen voorstellen? Jazeker, goedemorgen. Mijn naam is Arjen van Alita Networks. Op het speelveld zitten wij vooral in het refurbish gedeelte. Wij specialiseren in het hergebruiken van netwerk- en datacenter hardware. Dat doen wij wereldwijd. We zien eigenlijk dat wereldwijd goed werkende hardware wordt afgeschreven. En wij adviseren bedrijven waar ze nog wat langer gebruik van kunnen maken. Hoe ze dit kunnen ondersteunen. En de levenscyclus daarmee te verlengen. En optimaal gebruik maken van hardware die bestaat. Dankjewel. Dan graag Jochem de Groot. Goedemorgen. Ik ben van Microsoft, dus het zal niet verbazen dat ik denk dat wij met name vallen binnen de stippellijntjes. Als aanbieder van cloud, publieke cloud natuurlijk, maar we hebben wel hybride toepassingen. En we hebben uiteraard ook onze eigen ketens voor circulair gebruik van allerlei andere diensten en producten en hardware die we zelf gebruiken. Maar voor deze discussie tussen de stippellijntjes zou ik zeggen. Ja, ja. Misschien, Jochem, is het goed om meteen vooraf ook even uit te leggen wat het verschil is tussen een datacenter en jullie cloud, de hyperscale servers. Want dat is toch wat anders ook wat betreft servers. Kan je dat even uitleggen, opdat we precies weten waar we het over hebben? Nou, heel simpel gezegd heb je datacenters die als het ware een woning bieden waar je ruimte kan huren. En daar zitten allerlei verschillende soorten bedrijven, organisaties in die daar gebruik van maken. Dat zijn de colo's, colocatie datacenters. En je hebt de hyperscalers. En dat zijn datacenters zoals wij die ook hebben. Waarbij eigenlijk alle infrastructuur, het hele gebouw en alle servers door één partij worden gebouwd, gerund. En dat is wat Microsoft doet en natuurlijk een paar andere grote partijen. Even heel simpel gezegd. Ja, en jullie zijn dan eigenaar van de servers, terwijl dat bij colo's, zoals jullie dat noemen, de datacentra, dan is degene die de servers in het hotel plaatsen, zal ik maar zeggen, zijn de eigenaar. Dat is even een belangrijk punt ook voor de discussie straks. Dit klopt, hè, wat ik zeg, Jochem. Nou, er zijn allerlei schakeringen en modellen beschikbaar, maar grosso modo zou je dat zo wel kunnen zeggen. Oké, dankjewel. Nou, Jeroen, jij hoeft je niet voor te stellen, maar misschien wil je toch iets toevoegen. Nou, het enige wat ik wil toevoegen is dat het aardig is van de branchevereniging dat we zowel met al deze schakels in de keten ook te maken hebben. Dus we hebben inderdaad de vendoren die het op de markt zetten, maar ook inderdaad de datacenters. Maar ook grote afnemers in onze eigen sector, die natuurlijk ook veel ICT zelf gebruiken. Ja. Dus in die zin is het een thema wat zowel qua grondstof als qua energie ons dagelijks bezighoudt. Ja, ja, ja. Als we gaan naar de huidige stand van zaken. Ik zei in mijn inleiding al, ook op basis van de voorgesprekken met jullie, dat wat er nu gebeurt aan circulaire servers nog beperkt is. Maar dat wil ik graag van jullie horen. En ook misschien dat jullie zelf ook kunnen zeggen wat de huidige stand van zaken in het algemeen is als je het globaal ziet. En dan ga ik daarna vragen aan jullie. En wat doen jullie zelf? Maar eerst even de vraag. Is jullie observatie over wat de situatie nu is, zoals ik net samenvatte, gebeurt er nog niet zoveel of gebeurt er toch misschien op sommige plekken wel het een en ander? Misschien kan ik bij jou beginnen, Arjen, als degene die aan het refurbishen is, want dan kan je ook een idee krijgen van hoeveel er gebeurt. Ja. We werken dus heel erg veel met verschillende generaties servers. Wat wij wel al zien is dat er al een hele weg begaan is in het meer circulair maken van deze servers. Qua energieefficiëntie, met metalen die erin gebruikt worden. Daar zit het modulair maken van de servers, daar zit echt al heel veel vooruitgang in. En ik vind ook wel dat datacenters worden veel beoordeeld op het energie wat ze verbruiken. Maar tegelijkertijd bespaart dat ook wel een hoop energie om, dit is dat we de meeting nu eigenlijk ook vanuit een datacenter en dat een hoop transport bespaart, is dat eigenlijk wel een plus voor de datacenters.
Wat wij wel zien is dat er wereldwijd gewoon heel veel apparatuur wordt afgeschreven die nog prima functioneert. En dat heel veel bedrijven en organisaties apparatuur inkopen of upgraden naar het nieuwe model, terwijl dat eigenlijk niet nodig is en een previous model ook prima zou functioneren of fit for purpose zou zijn. En daar zien wij een gat wat nog gevuld kan worden en waar heel veel verbeteringen mogelijk is. Oké, dank je wel daarvoor. Mag ik Jochem vragen daarop te reageren? Wat jouw observatie is van de stand van zaken in het algemeen? Ja, er is zoals Arjen zegt wel veel aan de hand en veel verbetering. Hè? Microsoft is natuurlijk een wereldwijde speler. We hebben 160 datacenters wereldwijd. Ook met allerlei verschillende generaties. We hebben 3 miljoen servers. De tijdspanne, de lifespan van die servers is ongeveer 5 jaar. En we vinden dat daar een enorme verbetering nog mogelijk is om daar ook veel meer circulair mee te werken. Dus als je kijkt naar de ontwikkeling van de afgelopen jaren, zijn daar wel veel verbeteringen. Het modelleren van die service is natuurlijk prettig, maar we willen eigenlijk de volgende stap zetten. En als onderdeel van de ambitie van Microsoft om wereldwijd 2030 zogenoemd carbon negative te zijn, hè, oftewel meer terug te geven dan uit te stoten aan klimaatverandering, is het ook onze ambitie om te kijken wat we kunnen doen om die circulariteit van servers in 2025 al tot 90% te maken. En dat is natuurlijk een grote doelstelling. En om daarmee aan de slag te gaan, zijn we flink aan het experimenteren. En in Nederland is daar toevallig een pilot gaande. We hebben een circular center in ons datacenter in de kop van Noord-Holland. En daar kijken we wat we kunnen doen om de circulariteit van al die servers, die daar dus gemiddeld nu 5 jaar in dienst doen, om op basis van data en machine learning verder in te zoomen op hoe kunnen we die efficiënter inzetten, hoe kunnen we ervoor zorgen dat die elementen daarin we sneller kunnen hergebruiken of beter kunnen hergebruiken. Hoe kunnen we die kennis ook toepassen wereldwijd op grotere schaal in al die andere datacenters. Dus dat is toevallig nu in Nederland aan de gang. En we zijn dus echt bezig om te focussen op basis van inzichten met gegevens over die servers. Op basis van algoritmes gedreven door machine learning te kijken hoe we dat veel efficiënter kunnen inrichten. Oh, ik kom straks nog hierop uitgebreider terug, maar even voor de eerste ronde. Ook jij zegt van, nou ja, kijk, ook wij zijn bezig. Maar als je overal kijkt, dan zouden we er nog veel meer kunnen doen. En zitten we echt nog maar aan het begin. Mag ik het zo interpreteren? Nou, ik zou niet zeggen dat het het begin is, maar wel dat er een versnelling moet aankomen. Zeker omdat de groei van datacenters en servergebruik exponentieel is. En wij zien een enorme toename aan de vraag van consumenten. Zeker tijdens de crisis de afgelopen jaar is dat verder toegenomen. Maar die groei zette zich eigenlijk al in voor de coronacrisis. Dus we moeten daar ook op anticiperen. Als je weet dat er zo'n exponentiële groei is en nog verder gaat aankomen, dan moet je daar ook gewoon iets mee in je model voor circulariteit. Oké, dankjewel. Dan ga ik naar Robert graag. Ja, wat ik merk bij Jochem is als alles in één hand is het heel makkelijk om het beleid ook op alles toe te passen. Wij zijn een leverancier van producten die door andere mensen gebruikt worden. En dan merk je dat de dingen die wij proberen te doen, het moduleren van de servers, de langere levensduur. Dus we kunnen ze ook verlengen op technisch niveau. Dat kan ook met klanten worden afgesproken. Dus we hebben een heel palet aan mogelijkheden. Maar wij zijn niet degene die bij die klant kan afdwingen dat ze er ook gebruik van gaan maken. En we zien dus ook dat die vraag soms meer technisch gestuurd wordt dan dat ze ecologisch gestuurd worden. Of zeg maar vanuit het circulaire gedachte. Dus we willen het heel graag aanbieden. En we positioneren het ook naar voren toe. Maar we zien heel vaak dat de koop op een andere manier tot stand komt. Ja, daar komen we straks ook nog op terug, Robert. Maar als ik aan jou vraag, wat is voor jou een circulaire server? Kan jij daar dan op reageren? Wanneer, als je 100% circulair zou willen zijn, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou, wij kijken daar vanuit twee aspecten vandaan. Voor ons is 100% circulair, hetzelfde wat Jochem al zei, hij moet recyclebaar zijn. Dus alle materialen die wij gebruiken moeten bij de bron tot zeg maar het zo min mogelijk tot e-waste creëren. Willen we dat alle materialen recyclebaar zijn, dat het herbruikbaar is of teruggewonnen kan worden. En de tweede wat we hebben is zeg maar het modulaire waar we het over hebben. Van, we zien heel vaak dat bepaalde dingen
rondom een server meegaan in hij is oud. En dat is, in een modulair zie je dat op een gegeven moment een heel deel van het ijzer kan 10 jaar mee. Het enige wat je moet doen is modules eruit halen en modules erin plaatsen. Waardoor bepaalde zaken gewoon langduriger zijn en zeg maar, niet de afvalberg inkomen. En dat is ook een onderdeel van zoveel mogelijk proberen circulair te zijn. Dus we verlengen de levensduur van verschillende delen van de hardwarecomponenten. Ja, dus als je het kijkt vanuit de ladder die gepresenteerd is door Jeroen, dan zeg je van voorlopig hebben we servers nodig. Misschien in de toekomst, komen we straks nog eventjes op terug, hebben we een hele andere hardware nodig. Maar voorlopig zitten we met servers. En zolang mogelijk die servers en de onderdelen daarvan gebruiken. En als het echt niet meer kan, moet alles gerecycled worden en weer terug in de kringloop. Dat is circulair voor jou. Exact. Ja. Even testen. Zou jij het ook zo zeggen, Jochem? Ja hoor. Ja? En Arjen? Ja, inderdaad ook mee eens. Het volledig cradle to cradle, maar ook maximale levensduur eruit halen. Wanneer een product 7 jaar of 10 jaar kan werken, proberen ook dat eruit te halen en niet na twee jaar vervangen voor een net iets nieuwe product. Ja. Ik kom straks nog terug op en wat kunnen we nog meer. Maar eerst even dit principe. En dan zeggen jullie in wezen van, ik hoor Jochem zeggen van, ja, wij, en dat zegt Robert ook. Als je het allemaal in één hand hebt, dan kun je ook makkelijker zelf regelen wat je doet. Dus dan kan je ook meer gaan refurbishen, want je kan dat zelf opleggen, bij wijze van spreken. Maar Robert kan dat moeilijker als Dell. Dan zit in een andere positie. Ik ga even naar Jeroen. Als jij dit hoort, je hebt een verhaal gehouden als inleiding. Die ging in eerste instantie heel erg over e-waste en zorgen dat we dat e-waste goed inzamelen en zo goed mogelijk verwerken. Dat zo goed mogelijk is nog echt niet zo dat die kritische metalen eruit gehaald worden allemaal. Misschien een enkele, hè? Maar zover is het nog niet. En wat je vertelde over export, of het nou werkelijk wel hergebruikt wordt, of wat er verder mee gebeurt, hebben we ook nog niet zo'n zicht op. Hè? Wat is jouw verhaal als je gewoon vertelt aan ons van wat is de stand van zaken nu? Als jij je verhaal even in een nutshell samenvat. Nou, wat denk ik heel interessant is als je binnen e-waste kijkt naar ICT, is dat het echt hoogwaardige apparatuur is. Ja, dus die apparaten gaan niet naar Afrika omdat ze daar goedkoop verwerkt kunnen worden of iets dergelijks. Nee, die gaan het land uit omdat ze daar nog een nuttig hergebruik hebben in een andere omgeving dan waar ze vandaan komen. En dat maakt het zo'n interessante stroom waar we grip op moeten zien te krijgen. En dat is één deel van het verhaal. Ik denk als het gaat over de uiteindelijke afdanking en vernietiging als het niet meer herbruikbaar is, dan is ook het aardige dat daar die hoge waarde helpt. Ja, dus ook de hoge materiaalwaarde helpt ons om te zorgen dat die ICT-apparatuur ook daadwerkelijk bij een elektronica-verwerker terechtkomt. Gewoon simpelweg omdat daar betere prijzen worden betaald dan bij een oud ijzerboer. En dat is bij andere stromen wel eens omgekeerd. En daardoor zien we dus heel veel eigenlijk ook wel daar op een goede manier verwerkt worden. En dan als je een elektronica-verwerker hebt die Wielebex gecertificeerd is, dan gaan uiteindelijk die snippertjes, waar echt die printplaatjes met die echte waardevolle metalen waar je bedoelt, die gaan dan ook naar een smelter die daar tot 16 soorten edelmetalen uit terug kan winnen. En dus daar gaat denk ik heel veel de goede kant op. Wat we niet meer moeten hebben is dat dingen zomaar in de kliko gaan of bij het restafval. Dat kan gewoon niet meer. Dus dat gebeurt helaas ook nog steeds. En nog één opmerking die ik wilde maken over het circulair maken van servers is eigenlijk de vraag vooraf. Hoeveel servers heb je nodig? En daar is natuurlijk een hele interessante tendens in de hele beweging naar de cloud. Is dat je ziet dat er door je hele virtualisatie en consolidatie gewoon ook minder fysieke servers nodig zijn dan voorheen. Ja, ik denk als we 10 jaar stil hadden gestaan qua ontwikkeling, waren onze aantallen servers die in de markt staan, hadden een veelvoud geweest van die van vandaag. En dat is denk ik onderliggend nog een hele belangrijke ontwikkeling die zowel qua materiaalgebruik als qua energiegebruik eigenlijk deze sector helpt om te zorgen dat we niet
uit de band vliegen qua milieu-impact. Neemt niet weg, als gezegd, dat de trends zodanig zijn en dat dit ook wel moet om te zorgen dat we de groei bijhouden. Oké, ik kom graag even terug op dat punt van hoeveel servers heb je nodig. Maar nog even voor de samenvatting van waar staan we nou. Als ik jou goed begrijp, dan zeg je van nou, dat, met name die dataservers, zulke waardevolle producten, die kunnen ook in het buitenland nog zeker een tweede leven hebben. Hebben jullie zicht op of de verwerking eventueel na een tweede leven, of überhaupt het tweede leven en daarna? Hebben jullie zicht op wat precies gebeurt nadat jullie het hebben geëxporteerd? De vraag weer aan mij, maar misschien kan Arjen dat aanvullen. Dat hangt natuurlijk helemaal van de markt af. Je zag net in die plaat van dat wereldwijde landschap van e-waste recycling. En dan zie je dat het per continent nogal verschilt waar het terecht komt. Als zaken binnen Europa blijven, waar het ook best veel naartoe gaat, dan geldt er eigenlijk dezelfde Europese regelgeving als in Nederland. Dus ook daar zijn er gewoon eisen aan de passende verwerking van die servers. En is dat, in principe mag je daar eenzelfde resultaat verwachten als in Nederland. Als je praat over de andere continenten met een mindere inzamel- en verwerkingsstructuur, ja, ook die continenten zijn zich heel hard aan het ontwikkelen op de digitale weg. Of die mensen nu nieuwe servers kopen of gebruikten, de onderliggend is natuurlijk gewoon een vraagstuk van hoe gaan die landen dit organiseren, denk ik naar voorbeeld zoals we dat in Europa en in Nederland ook gedaan hebben. Ja, maar waarom worden ze geëxporteerd? Waarom zorgen we niet dat we het zelf allemaal gaan regelen? Tot slot. Nou ja, omdat dat is een kwestie van vraag en aanbod. Kan Arjan zeggen, waar gaan deze spullen heen? Hè? Ja. Het is, ik denk, vorige keer kwam dat ook al mooi naar voren in de sessie over die monitoren. Ja, op een gegeven moment op Schiphol hebben ze een bepaalde kwaliteitsstandaard. Die op een gegeven moment niet meer voldoet na een paar jaar. Maar ergens anders kunnen die nog goed gebruikt worden. En dat geldt ook voor servers, maar misschien kan Arjan het aanvullen. Het is een andere vraag, een andere requirement aan generatie servers die in het buitenland er nog wel is, waar die in Nederland wellicht er niet meer is. Oké, heel helder. Ik ga even terug naar de vraag die ik stelde over waar staan we nou. Jullie zeiden eigenlijk allemaal we zijn niet helemaal aan het begin. Maar we moeten versnellen, zei Jochem. We moeten versnellen, want dat is absoluut nodig, want dat dataverkeer dat groeit maar en de servers dus ook. Als we kijken naar wat we in feite doen, wordt het moeilijker als je niet zelf die dataservers in de hand hebt, zoals Dell. Dan heb je de afhankelijkheid van de eindgebruikers om er wat mee te doen. En daar zit wel een problematiek, wat die dan doen. Voordat ik dat ga doen, is nou wat Jeroen zei, en wil ik even vragen aan Jochem en aan de anderen ook. Als we nou toegaan naar grotere servers, dus minder servers allemaal bij individuele bedrijven, scheelt dat veel, zowel in energie als in materie? Jochem? Nou, het is onmiskenbaar zo dat als je, zoals Microsoft, een groot bedrijf bent en je leert lessen over wat je kan doen om onderdelen van servers langer te gebruiken, efficiënter te gebruiken, dat het ook impact heeft op de ontwikkeling daarvan en wat je doet in je hele keten. Dus de informatie die bijvoorbeeld wij in ons Circular Center in het datacenter in Nederland krijgen op basis van het onderzoek dat we daar doen, on-site, dat zorgt ervoor dat we ook in de hele ontwikkeling van onze datacenters op de lange termijn die informatie en die kennis meenemen. Dus dat heeft eigenlijk een vliegwiel-effect dat de ontwikkeling zelf meteen ook weer efficiënter en beter maakt. Dus dat is zeker het geval. Daarnaast is het ook zo dat je op die manier dus efficiënter omgaat met de servers die je in het datacenter hebt. Dat zorgt voor minder downtime, omdat ze minder snel kapot gaan. Dat zorgt ervoor dat je ook minder energie verbruikt. Als je zelf ook die elementen die wel aan vernieuwing toe zijn aan je leveranciers kan terugleveren, inclusief de kennis die je hebt opgedaan over hoe dat beter, efficiënter kan, dan zorgt het ervoor dat je in je hele keten met toeleveranciers je optimaliseert. Ja, helder. Robert, denk jij daar ook zo over? Die kleine grote servers, hoe zit jij daarin?
Ik denk dat als je gaat kijken naar de mondiale behoefte aan dataservers, dat die nog steeds blijft groeien. Ik denk dat wij het vanuit de IT-leverancier hebben gezorgd dat de curve niet exponentieel meegroeit voor wat betreft energieverbruik en dat soort zaken. Dus als je het gaat concentreren, krijg je altijd efficiëntievoordelen. Maar ik denk ook niet dat het ultieme antwoord is. Was dat zo, dan hadden we het al lang gedaan. Dus het is, ik vind het genuanceerder. Ik denk dat wij ervoor moeten zorgen dat zeg maar, alle hardware die gebruikt wordt, ongeacht waar die staat, zo efficiënt mogelijk gebruikt wordt. En zo efficiënt mogelijk met zijn energie omgaat. Dus dat we niet moeten zeggen van we gaan naar de grote datacenters, sorry Jochem. Omdat het daar het meest efficiënt is. Er zullen altijd. Het Rijkswaterstaat heeft kleine servertjes bij de palen boven de A2 staan. Die zullen ook efficiënt moeten zijn. Die zullen ook op een bepaalde manier hun energie zo laag mogelijk moeten houden en zo lang mogelijk moeten doorgaan. Ja. Dus het is. Ja. Sorry, en als ik jou nou vraag, als we nou kijken naar de servers, hè, ze zijn modulair, dus dat is al een stap in de circulariteit. Maar waar zitten nou de mogelijkheden binnenkort om nog verder te komen? Wat kan je doen in het design om echt nog veel efficiënter ook met materialen en energie om te gaan in gebruiksfase, maar ook in de productiefase? Ja, wat wij heel erg merken bij gebruikers, dus wij zijn een leverancier, wij hebben gebruikers tegenover ons, is dat er nog een bepaalde koudwatervrees is om zaken die energie besparen of die efficiëntie verhogen, om die te accepteren. Men zit nog heel erg in ja, we moeten de ruimte hebben voor als we gaan groeien of als het stuk gaat, moeten we een reserveonderdeel hebben. Terwijl de hardware op dit moment vele malen betrouwbaarder is, vele malen schaalbaarder is, ook zoals geleverd worden. Dus we zien dat in de mindset van degenen die het aan het gebruiken zijn, moet ook een verandering komen om dat te kunnen accepteren. Maar dus jij zegt, ik zie het niet zozeer in het design dat we heel veel voortgang kunnen boeken binnen een aantal jaren, maar eerder in de relatie met de eindgebruiker. En wat moet die eindgebruiker dan anders doen? Je zegt van niet, ze hebben koudwatervrees. Wat zouden ze moeten doen dan? Nou, het voorbeeld wat bijvoorbeeld in het LEAP-project naar voren kwam. Wij hebben gekeken of we de energiegebruik van servers kunnen verlagen door met een instelling aan de gang te gaan. Dat had aan de ene kant had dat effect dat de energierekening naar beneden ging. Aan de andere kant was een andere instelling dat we het energieniveau omhoog brachten, maakte de machine efficiënter. Dus kon er veel meer verwerkt worden op één stuk infrastructuur. Dus dat op het kleine componentje verbruikt hij meer energie, maar op het totaal, het hele datacenterniveau, zou je minder energie verbruiken om dezelfde dienstverlening te leveren. Die slagen die moeten we met elkaar gaan meenemen en zeggen van nou, gaan we dat snappen met elkaar, zodat we op een efficiënte manier met onze resources omgaan. En als voor circulariteit, betekent dat ze gewoon hun servers langer moeten gebruiken? En meer moeten refurbishen, waar dan Arjen een rol in kan spelen, bespreken? Nou, ik denk dat wat zowel Arjen als Jochem ook zeiden, heel terecht, van het moet de best fit zijn, het moet right sizing zijn. Soms heb je overcapaciteit omdat je voor een eventualiteit alvast voorbereid wil zijn. Ik denk dat wij als leveranciers daar ook flexibel in moeten zijn om te zeggen, nou, je kiest voor een bepaalde opzet en we kunnen dat heel snel opplussen als het nodig is. Het duurt geen maanden, maar dat duurt dagen. En aan de andere kant zijn er ook veel meer technieken op dit moment, en dat gaven de heren ook al aan, om je gebruik goed in kaart te brengen en te laten zien van ja, waar zit het nou, wat heb ik nou nodig? En dan zit je weer op die mindset. Wat ik nodig heb is niet altijd helder bij degene die de spullenbol aanschaffen. Dus ze kopen altijd ruim in. Alsof je een enorme garage hebt en er staat maar één verhuisdoos in. Ook ze kopen dus te veel in. En als ze met jullie zouden werken, dan zouden ze gewoon veel dedicator, hè, eigenlijk zeg je, van op maat kunnen kijken hoe je de server gebruikt en hoe lang je hem gebruikt. Dat is de antwoord. Ik denk dat de consumptiemodellen, en of je het nou stalt bij de hyperscalers of zelf doet, dat de consumptiemodellen echt heel kort op de vraag moeten zitten. En dat wij als leverancier hebben die rol ook opgepakt. Als je het zelf wil doen,
doen wij ook flexibel de capaciteit opschalen op het moment dat het nodig is. Zoals het ook in een hyperscale omgeving is. Okay. Daar moet echt een bewuste keuze voor gemaakt worden. Want we hebben ook geen overcapaciteit die toch maar energie staat te verbruiken en oud zit te worden zonder dat je er gebruik van maakt. Helder. De chat mensen, die wilden ik vragen of jullie willen reageren op de vraag. Wat vinden jullie nou de belangrijkste initiatieven op circulariteit van servers die de komende jaren zoden aan de dijk kan zetten? Er is al heel duidelijk gezegd, het is maatwerk, maar je kan flexibeler de dataservers gebruiken en ook langer gebruiken. En daar zit vooral de winst in. Arjan, kan jij al wat dingen toevoegen? Dan gaan we direct kijken of de chat nog extra punten naar voren brengt. Jazeker. Ik denk dat een grote verandering is meer de bewustwording bij inkooporganisaties om ook het circulaire model in acht te nemen. Wij werken bijvoorbeeld veel met organisaties die wel heel duurzaam af willen voeren. Hè, dus die een upgrade bezig zijn en die zeggen van ja, we willen dat de apparatuur die we afvoeren goed terechtkomt. Maar als we ze dan vragen van hey, dan overwegen jullie ook bijvoorbeeld om refurbished apparatuur in te kopen. Om daarmee jullie nieuwe omgeving neer te zetten. Dan zijn ze daar in eerste instantie wel geïnteresseerd in. Maar daarna, omdat het vaak ook om kritieke organisaties gaat, willen ze toch een stukje risico afkopen door dan toch nieuw in te kopen. En die mindsetverandering, dat er apparatuur beschikbaar is wat goed ondersteund wordt en al fit for your purpose is. Die verandering kan al een heel grote impact hebben. Zowel op het consumptiegedrag, dat er minder nieuwe apparatuur geproduceerd hoeft te worden, minder gemined hoeft te worden daardoor, als de e-waste productie wat dan vermindert. En gewoon de complete lifecycle van hardware die al in omloop is, vermeerdert. Wat ja, op meerdere vliegen in één klap kan slaan. En ik denk dat daar een heel grote winst te behalen is. Oké, jullie komen eigenlijk allemaal op hetzelfde. Die relatie met die eindgebruiker, fit for purpose, maatwerk, veel meer kijken, heb je nou echt wel die nieuwe hardware nodig, nieuwe servers. Als jij dit beluistert, Jochem, vanuit Microsoft positie, waar jullie zelf alles in handen hebben. Zijn er nou in de servers zelf innovaties op komst waarvan je zegt, kijk, dat maakt het nog circulairder? Nou, kijk, wij denken dat er vooral voor nu een hele wereld te winnen valt om al die verschillende modulaire onderdelen daarvan tegen het licht te houden en op basis van inzichten daar veel efficiënter mee om te gaan. Dus dat is ook de doelstelling waarom van zo'n circular center. Op basis van de eerste inzichten die we in Amsterdam hebben opgedaan, is de verwachting dat we dus over 4-5 jaar, 2025, dat we 90% van die servers delen daarvan kunnen hergebruiken. Nou, dat is een grote belofte. En om nog even door te gaan op het punt, hè, over hoe je daarover in dialoog ook met de eindgebruiker inzichten kan faciliteren, is het misschien om interessant om aan te merken dat we bijvoorbeeld voor de Azure Cloud diensten van Microsoft, de zakelijke cloud producten zijn dat, die op allerlei mogelijke manieren kunnen worden ingezet, ook een sustainability calculator aanbieden. Waarbij we als het ware de gebruiker faciliteren om te berekenen in hoeverre de emissies, het gaat dan echt over CO2-emissies, kunnen reduceren en te vergelijken op basis van verschillende soorten manieren waarop ze dat zouden gebruiken. Waarbij ook de emissies van het transport en de inzet van servers zelfs daarbij is ingecalculeerd. Oftewel, je biedt als het ware de gebruiker een mogelijkheid om inzicht te maken wat voor hun specifieke gebruik de impact is op duurzaamheid. Ja. Als ik nog heel even terugga naar de vraag, zijn er nou meer mogelijkheden om dat modulaire nog modulairder te maken? De meeste mensen die kijken, die zitten niet zo helemaal in de details. Maar je hoort steeds meer van, ja, eigenlijk zo'n server is ook weer opgebouwd uit allemaal onderdelen. Kun je daar nog meer mee of zit het hem daar niet in? Dat we nog meer kunnen werken naar een upgrade waardoor je niet alles hoeft te vervangen. Dat speelt op dit moment, speelt dat. We hebben een volledig modulaire server in de aanbieding. Wat ik al zei, het chassis
het stuk ijzer waar het in draait, dat heeft een levensduur van meer dan 10 jaar. En je kan daar losse modules in zetten. En afhankelijk van de vraag van de klant als ze meer geheugen nodig hebben of meer opslag nodig hebben of meer verwerkingskracht nodig hebben, kan je die modules vervangen. En dan kan je dus dat right-size, waar we het ook al de hele tijd op hebben, zo goed mogelijk neerzetten. Maar we zien dat de vraag naar dat type servers is meestal technisch, is vanuit een technisch perspectief. En dus eigenlijk zit daar de circulaire vraag of het modulaire, om te zorgen dat ze zo klein mogelijk ecologische footprint hebben, speelt daar niet de hoofdrol. Dus men ziet het echt zo. Het is handig, want als we dan heel veel vragen hebben, kunnen we heel makkelijk verwisselen en weer terugzetten. En als we dan gaan praten over, ja, maar dat is ook heel handig voor je e-waste, dan komen ze eigenlijk weer terug van, ja, maar dat regelen we met de broker. En dus je ziet dat die keten is gebroken. Men kijkt eigenlijk op een kleine stukje continu en daarvoor en daarna regelen ze heel kort. Maar niet in, het hele perspectief is er niet. Ja, kijk, eigenlijk zeggen jullie allemaal hetzelfde. Arjen zei het ook, van er kan een heleboel, maar fit for purpose kan je allemaal doen. Jij zegt van nou technisch... zijn er zoveel onderdelen ook weer modulair te maken. En dat kunnen we allemaal al. In wezen zijn we ready to go om het optimale in circulariteit te doen. Mag ik je zo vertalen? Ja, dat is natuurlijk een hele mooie boodschap. Dus dan moeten we echt kijken naar die eindgebruiker. Ik ga even naar de chat. Joppe, wil jij ons even informeren over wat er... aan reacties binnengekomen op additionele mogelijkheden. Ja, Jacqueline, er zijn eigenlijk twee interessante opmerkingen, vragen binnengekomen. Een van de eindgebruikers, inkopende organisaties, die merkt op, het zou eigenlijk goed zijn om voorbeeld kwaliteitsvragen te hebben waar je uit kunt putten bij een aanbesteding, met de nieuwste inzichten, zodat je dat als inkopende afdeling of inkopende organisatie breed in de organisatie kan uitdragen en ook bij het bestuur voor akkoord neerleggen. Dus een soort overzicht met wat er nou in de markt mogelijk is op dit gebied. Dat is een goede suggestie, denk ik. Een andere goede opmerking is van een medewerker van Rijkswaterstaat. En dat gaat eigenlijk over de verschuiving van uitvragen op product en technische eisen naar meer functionaliteit. Dus hij zegt, het gaat de meeste bedrijven niet om servers, maar om compute en storage. Dus waarom zouden we servers en storage hardware gaan aanschaffen? Zou het niet beter zijn om compute en storage als dienst, als service aan te schaffen? En dan hou je de expertise en de creativiteit, ook voor circulariteit, bij de markt. Dat zijn twee interessante opmerkingen die ik op jouw vraag binnenkreeg. Joppe. Ik wilde even vragen aan Selene om voor ons in ieder geval de slide over het speelveld even weg te halen, zodat ik de mensen wat groter kan zien. Dan ga ik nu naar de reactie van, laat ik eens even kijken wie, laat ik weer eventjes naar Jeroen teruggaan. Jeroen, als je dit hoort wat Joppe zegt en aanvullend ook nog een reactie geeft op de andere sprekers. Namelijk, er kan eigenlijk technisch al een heleboel. Verregaand circulair kunnen we worden. Maar de eindgebruikers zullen we echt in dit proces mee moeten nemen. En dan moet er ook meer inzicht komen over de mogelijkheden en over de functionaliteiten. Dus meer als een service uitvragen dan als een product wat je koopt. Ben je het daarmee eens? Of heb je een reflectie daarop? Ja. Uiteraard, en ik denk inderdaad die modulaire opbouw van servers, dat is natuurlijk inderdaad al bijna hoe ze ontworpen zijn. Vaak worden natuurlijk servers ook maat gemaakt voor een klant en worden ze al met de verschillende onderdelen op die vraag geassembleerd. Dat betekent ook dat ze er op die manier weer uit kunnen, dat er dingen vervangen kunnen worden. Dus dat is bijna inherent aan het product waar we het hier over hebben. Dus dat maakt het, dat is puur ook zeg maar technisch en vraaggedreven. En nog even los van de hele circulaire tendens, past het daar naadloos in, maar was het eigenlijk al inherent een onderdeel van het product servers. Dat je daar meer bewustzijn voor kan vragen en ook inderdaad van het compleet vervangen van een server die vraag te doen, nou, welke onderdelen zijn nou eigenlijk mijn bottleneck, welke heb ik echt nodig in mijn omgeving en kan ik ook met één of twee vervangingen kan ik weer vooruit. En net als dat je je SD-kaartje op je telefoon vergroot of iets dergelijks. Dat je gewoon toch bepaalde onderdelen daarin meeneemt.
dat is denk ik een hele goede discussie om met die klant ook aan te gaan. Een ander element wat ik nog niet gehoord is van waar zijn die onderdelen dan uit opgebouwd? En dan heb je het over het gebruiken van recyclaat zelf. Dus we winnen veel metalen terug, die kunnen weer gebruikt worden in nieuwe servers. Het nieuwe domein ligt bijvoorbeeld bij plastics. Heel veel plastic recycled content gaat er nu gebruikt worden in nieuwe servers. Dus daar liggen denk ik aan de innovatiekant, de eco-design kant, nieuwe uitdagingen waar wij als sector ook in voorop lopen. Waar er toch ook al ICT-producten zijn die behoorlijke aandelen gerecycled content bevatten. Dus dat zou de cirkel dan nog meer sluitend maken. Dus dat even als aanvulling. Dan als reactie op de vraag, ja, duurzaam inkopen. Om daar impact te maken is het natuurlijk wel goed dat die vraag ook geuniformeerd wordt. Ja, dus we staan eigenlijk op het punt om deze maand een nieuwe een versie van de duurzaam inkoopcriteria, de MVI-criteria voor ICT'er gepubliceerd te krijgen. Nou, er zitten een aantal van deze elementen ook al in. Hè, en om ook een signaal naar de markt te geven is natuurlijk wel prettig als ook die rijkstandaarden, MVI-criteria dan ook worden gebruikt. En niet iedereen zijn eigen verlanglijstje gaat maken, want dat maakt het voor producenten ook lastig om daar natuurlijk op in te spelen. Om dat op een nog wat hoger schaalniveau te tillen, was vorige keer ook aangekondigd dat er een ICT-pact in de maak is, waar Nederland ook trekkend in is, om ook op meer Europese schaal samenwerking te zoeken naar geïnformeerde criteria voor de inkoop van ICT. Daar hebben we een heel interessant gesprek mee gehad in de tussentijd met het ministerie in onze milieubeleidsgroep van ICT-hardwareproducenten. Om te kijken, kunnen we daar dus ook een rol in spelen in die verdere formulering van deze criteria. Ja, dus dat zou uiteindelijk onze voorkeur hebben om naar deze internationale markt van producenten ook een duidelijk signaal af te geven. Dan dat je juist op lagere schaalniveaus van individuele vragers individuele wensenlijstjes gaat maken. Ja, dat is ook de reden van ons initiatief in de metropoolregio Amsterdam. Hè? Om te zorgen dat we niet allemaal net wat anders uitvragen, want dat wordt de markt natuurlijk gek. Dus, maar wel vanuit een bepaald soort principe gedacht. Ja. Eventjes terug naar Robert, want ik wil graag ook nog heel even een reactie op hetgeen gezegd is door Jeroen over hoe je nog verder kan gaan met die functionaliteit. Kan je er nog iets over zeggen? En vooral dat terugbrengen dan weer, dat is ook mijn ideaal, hè? En waarschijnlijk van jou ook. Dat al die materialen, die kritische en metalen vooral, die dan teruggewonnen worden, dat weer in jullie product terechtkomt. Dat zou natuurlijk eigenlijk... Ja, dat gebeurt toch een heel groot deel. Wij, ja. Wij recyclen eigenlijk sowieso verpakkingsmaterialen worden recycled, maar ook de cases worden recycled. We hebben een initiatief wat nu bezig is om de traceability, want dat is een van de grote problemen van de keten, van hoe kan ik zien waar wat in zit. We hebben een project neergezet waarbij we flessen recyclen. Die worden uiteindelijk worden dat cases van laptops, dus het ding wat er om je laptop heen zit. En als we uiteindelijk zeg maar live gaan met het geheel, kan je de servicecode van je laptop scannen in een bepaalde app en dan kan je zien waar dat plastic waar jouw laptop van gemaakt is vandaan komt. Zo. Omdat ver. Ja, een van de dingen is zeg maar de transparantie van de keten. Dus wij zijn er onderdeel daarvan. Wij zouden heel graag zien, wij doen ontzettend ons best om de producten die we doen, dus de metalen die erin zitten, de onderdelen waar het van gemaakt is, om dat traceable te houden, dat netjes te houden, ethisch te houden. Op een gegeven moment verkopen we het aan iemand en dan verliezen we het zicht op de keten. En het liefste zou ik zien dat zeg maar wat wij nu doen met die plastic flessen richting de cases van de laptops, dat we dat eigenlijk voor alle componenten kunnen laten zien. Dus wij hebben een CPU gemaakt, of Intel heeft een CPU gemaakt, of AMD heeft een CPU gemaakt. Die zien we in deze server, dat geven wij netjes aan en op een gegeven moment wordt die refurbished. Dan wordt die ergens anders geplaatst of hij gaat naar Afrika toe. Maar ik zou nog steeds willen zien, waar is die nu? Oké. Okay. En dan kan je ook een gedeelde verantwoordelijkheid creëren in dat hele verhaal. Ja, ik ben elke keer als jullie weer toelichting geven, weer verbaasd over wat er allemaal niet kan en waar jullie al mee bezig zijn. En jullie roepen allemaal, eindgebruiker, gebruik het. Waarom die koudwatervrees?
En jullie zeggen dat een beetje alsof jullie onmachtig zijn, terwijl jullie grote spelers zijn. Zouden jullie niet zelf gewoon nog meer het heft in handen moeten nemen? Dan komen we uit dat kip-ei-probleem. Die eindgebruiker die moet het vragen en jullie moeten het aanbieden, maar jullie kunnen het aanbieden. Dus wat is jullie voorstel hoe jullie je eigen zichtbaarheid van al die mogelijkheden kan vergroten? Ik ga jullie allemaal dit vragen, omdat dit gewoon heel essentieel is. Als die keten nou eenmaal meer met elkaar gaat samenwerken en jullie je zichtbaarheid van alles moois wat jullie kunnen vergroten, dan moet het toch goed komen, zeg ik dan. Ik begin graag bij jou, Arjen, want je zit zo te lachen. Ja, ik ben het helemaal mee eens. En we zien dat er al heel veel ontwikkeling in gaande is. En dat er best wel voortgang in wordt gemaakt. Waar ik ook wel even op in wil haken is dat inderdaad het idee om een bepaalde service af te nemen. Of een bepaalde performance af te nemen en dat mee te nemen in de organisatie. Dat inderdaad een goed datacenter als een service of hardware als een service. Dat zijn al projecten waarover mee gewerkt wordt. En daarmee zou je een onderdeel kunnen vervullen met refurbished equipment. En zou dat toch al in gang zetten. Zolang de organisatie waarmee je samenwerkt dat ondersteunt. Zoals wij dat ook doen. Wij ondersteunen onze hardware die we weer remarketen. Ondersteunen we levenslang. Ja, maar wat kunnen jullie meer doen dan nu? Hè? En ik ga het iedereen vragen. Om te zorgen dat die koudwatervrees verdwijnt. Ja, ze proberen zoveel mogelijk awareness te verspreiden bij de inkopers die daar uiteindelijk verantwoordelijk voor zijn. Ja, maar moet het ook niet breder? Misschien kan je ook voorstellen dat je via social media of gezamenlijke campagnes, ik kijk even naar Jeroen, als dit zo veel beter kan en jullie roepen allemaal, en dat willen wij ook, dan denk ik, vertel het de wereld. Ik denk dat er een deel bewustzijn ontbreekt. Een van de voorbeelden die ik heel helder vind is, mijn energieleverancier laat zien dat omdat ik zonnepanelen heb, ik zoveel bomen minder afvakkel elke maand. Dat is een goed idee van oké, dit is mijn verantwoordelijkheid. Die hele IT-keten van het delven van de grondstoffen tot uiteindelijk volledig recyclen, is die totale verantwoordelijkheid is weg. Stel je nou voor dat wij in de inkoop zeggen van wij willen zoveel compute hebben tegen de kosten van 1000 bomen. En dan is het aan ons als leverancier om te laten zien dat wij de meeste compute kunnen leveren met zo min mogelijk bomen. Want dan heb je de impact goed bepaald. We zitten altijd langs de geldas met elkaar. De principes zijn heel hoog en heel nobel. Als het puntje bij paaltje komt, is het van hey, jullie zijn net 10% goedkoper dan die, dus we gaan hiervoor, want we moeten de business case is precies zoveel. We moeten die ecologische waarde moeten mee de business case in. Oké, dit is heel helder. En dat gaan jullie marketen. Dat zou ik je willen voorstellen. Jochem, jij zit in een andere rol natuurlijk, want jullie regelen het zelf. Maar als je dit zo hoort, jullie kunnen natuurlijk als Microsoft wel een enorme bijdrage leveren om dit bewustzijn te vergroten. Ja, zeker eens. En dat proberen we ook te doen, hè, door echt grote doelstellingen neer te zetten, zoals we dit jaar hebben gedaan. Hè, wat ik zei al, 2030 carbon negatief zijn. Ook het feit dat we bijvoorbeeld in 2050 alle CO2 die we ooit hebben uitgestoten sinds de stichting van Microsoft door Bill Gates in 1975 met terugwerkende kracht uit de lucht te halen. Dat zijn big hairy audacious goals, hè, dus een punt op de horizon. Maar daarmee ook inspireren wat wij met onze technologie kunnen bieden voor klanten en organisaties om dat zelf door te rekenen. Dat heb ik net al even aangegeven met die sustainability calculator, hè, die we dus inzetten voor ons cloud product. Maar ik denk wel dat in de algemene zin dat je kan stellen dat de hele sector eigenlijk ja, toch wat proactiever moet zijn. Omdat als je kijkt naar het gebruik van data, de datacenters, al deze producten, we zitten de hele dag met elkaar in teams te vergaderen. Maar eigenlijk wordt het bijna gezien als een soort nutsfunctie, hè? Als het water dat uit de kraan stroomt. Of elektriciteit die uit je muur komt. Er is een aanname dat het eigenlijk maar allemaal zo werkt. Maar er is heel weinig inzicht over wat het voor impact heeft aan de achterkant. En aan de ene kant is daar ook wel een heel goed verhaal te vertellen. Het feit wat je al zei dat we nu niet met elkaar naar een punt zijn gereden in auto's. Om bij elkaar te zijn en weer terug te rijden scheelt heel veel uitstoot. Hè? Dus al die toename in elektriciteitsgebruik door datacenters wordt ook zeker gecompenseerd.
Maar die link wordt niet gelegd. Dus daar hebben we ook echt een taak als sector om daar meer informatie over te geven. Alleen, dat is moeilijk als de aanname is dat het altijd werkt en zomaar werkt zonder dat het ergens daadwerkelijk staat. Ik bedoel, ik heb een paar maanden geleden gehoord van iemand die een datacenter bezocht en vroeg aan de uitbater van dat datacenter waarom ze eigenlijk nog datacenters bouwden, omdat alles toch tegenwoordig in de cloud staat. Nou, als dat het niveau van denken is, ja, dan hebben we nog een wereld te winnen. Ja. En kijk, jullie kunnen doen, ik denk dat dit een belangrijke conclusie is. Hè? Jullie moeten de handen ineens slaan, proactiever zijn. Want als jullie niet die boodschap echt goed over het voetlicht krijgen met impactverhalen, die ook laten zien wat er allemaal mogelijk is. Ik denk dat het ook goed is voor jullie sector. Hè? Dan krijgen we misschien een Lubach-uitzending op een totaal andere manier, om even een tijdspoor te nemen. Maar ik bedoel, het is gewoon ontzettend belangrijk om dit verder te brengen. En wat is de rol van jullie, Jeroen? Of zien jullie je meer als serviceverleners? Of zeggen jullie nee? Kijk, jullie hebben vroeger ook wel eens een e-waste-campagne op de televisie, radio, ik weet niet allemaal waar gehouden. Nou, klopt. Dat is inderdaad, welke rol kan je vanuit het collectief nemen en welke rol ligt inderdaad bij individuele producenten? En je ziet inderdaad een aantal grote spelers die toch wel heel duidelijk over communiceren naar hun klant, of het nou grote telecombedrijven zijn of hyperscales of hardware-vendoren die dit aanbod echt wel promoten. Ik denk het collectief gaat ook juist ook om de feiten helder te krijgen, hè, van waar hebben we het nu over? Dus ik denk ook het verhaal zojuist, hè, van wat zijn nou de cijfers van Nederland, hoe doen we het nu? Zowel op energie als op grondstoffenverbruik. Ja, ook het feit dat we inderdaad ongeveer 3% van de stroom gebruiken als hele ICT-sector in Nederland. Ja, er zijn beelden die waarschijnlijk elders heel anders ervaren worden. Dus dat is natuurlijk een deel dingen feitelijk houden voor het collectief van de totale keten binnen de ICT-sector. Ja, en daarnaast gaat het natuurlijk ook over gewoon de verhalen naar boven halen die in de sector leven. Dus ik denk ook in die zin blij met dit soort evenementen, dat bedrijven gewoon de ruimte krijgen om dit verhaal ook te vertellen. Ook in een ander publiek dan alleen de klant-leverancierrelatie. Want dan zit je heel snel op die prijs en dan moet maar blijken wat het die eindafnemer waard is. Maar juist in dat maatschappelijke debat, ja, ben ik met je eens dat Lubach niet het meest genuanceerde beeld gaf van onze sector. Maar het andere geluid krijgt er waarschijnlijk niet echt de ruimte, maar dat zullen we zelf een manieren voor moeten vinden om dat ja. Mogelijk. Waarbij we inderdaad meer besparen dan dat we zelf gebruiken. Maar dat is toch het goede nieuws wat niet heel makkelijk ontvangen wordt. Maar bij deze toch een keer gezegd mag worden weer. Ja, ik wilde even terug naar Joppe voor de chat. Wat zijn er nog voor reacties op dit laatste onderdeel van de discussie, Joppe? Misschien één korte toevoeging inderdaad. Er wordt wel vanuit de eindgebruikers en inkopers die hier in de chat meedoen gevraagd naar meer tools waar ook leveranciers aan mee hebben gewerkt, om als eindgebruiker en als inkoper meer gevoel te krijgen voor wat nou de circulariteit en duurzaamheid is van verschillende aanbiedingen. Maar ook hoe je bijvoorbeeld de duurzaamheid en efficiëntie van je eigen apparatuur kunt volgen, monitoren en verbeteren. En dat soort tools, misschien zijn er wel dat soort tools, maar in ieder geval worden ze nog niet altijd gebruikt of gevonden door de eindgebruikers. Dus dat is iets wat ik vaker terug heb zien komen. Oké, dankjewel Joppe. Als ik samenvat wat jullie allemaal voor belangwekkends naar voren hebben gebracht, dit kleine uur, dan is dat veel. In de eerste plaats was de noodzaak, de urgentie om circulariteit hoog op de prioriteitenlijst te zetten als het gaat om servers. Vooral ook ingegeven vanuit, ja, maar we moeten ook echt wat, want het dataverkeer neemt maar toe en daardoor gaan we ook steeds meer opslaan. Dus die servers, daar moeten we echt zo zuinig mogelijk mee omgaan. Dat gezegd hebbende, zeiden jullie vervolgens, van als je kijkt naar wat er mogelijk is, kan je beginnen bij concentratie van servers. Nou, dat werd genuanceerd. Daar kwamen we niet helemaal uit of dat nou de oplossing is. Dus dat laat ik even voor wat het is. Maar vervolgens de stap naar wat kan je dan modulair doen voordat je gaat recyclen. Dat is ongelooflijk veel als ik jullie verhalen hoor. En als ik zo Robert hoor met alle voorbeelden, dan denk ik, daar is nog een wereld te winnen.
technisch qua design kan je misschien nog verder komen, maar ik hoor dat er al zoveel meer kan dan dat bij feitelijk wordt toegepast. Dus laten we eerst zorgen dat al die mooie dingen gebeuren. En de vraag is, hoe kun je de eindgebruiker daarvoor interesseren? Die heeft koudwatervrees, denkt aan het nieuwste model zoveel mogelijk zorgen dat alle hardware up-to-date is, dus nieuw. Die beeldvorming moet genuanceerd worden. En jullie zeggen, je moet echt op maat gaan adviseren. Dat willen we graag, maar ze zitten toch erg op prijs. Terwijl dat helemaal niet de hoofdzaak hoeft te zijn. Want die prijs, dat is echt minder belangrijk. Ook als je kijkt naar wat je aan serviceverlening ervoor in de plaats krijgt. En dus langer mee laat gaan. Kan je, ik heb jullie allemaal niet horen praten over dat een prijs nou het punt is. Omdat dat wel uitmiddelt, denk ik dan. Maar het gaat veel meer om het bewustzijn wat allemaal mogelijk is. En als je dan kijkt wat het belangrijkste is. Wat ook vanuit de eindgebruiker gevraagd wordt vanuit de chat. Is we willen meer tools. Ook om die impact wat Robert zegt naar voren te kunnen brengen. Een overzicht van de marktmogelijkheden. Dus nog meer inzicht. Ga los als je allemaal aan wat je voor mogelijkheden hebt. En ook vraag niet meer op product, maar op een functionaliteit uit. Dus een servicecontract zou een veel betere manier zijn om ook met de klant samen te werken. Dus al dit soort mogelijkheden zijn er. Als je kijkt naar wat er al, als we dan niet meer kunnen hergebruiken aan recycling al plaatsvindt, is dat ook al veel. De kritische metalen zullen waarschijnlijk niet terugkomen in jullie apparatuur, denk ik, één op één. Dat is een wereldmarkt, maar daar kan je ook veel meer mee doen. Dus alles bij elkaar kunnen we ongelooflijk veel doen. En jullie zeiden zelf, ja, wij moeten ook veel proactiever worden. We zijn eigenlijk wel heel goed bezig, maar zo komen we er niet doorheen, want dan zitten we met individuele klanten die de koudwatervrees niet overwinnen. Met elkaar denk ik dat we die slag kunnen maken. Graag na afloop hebben wij hier ook een initiatief wat in de kiem nu hier voorgesteld wordt, wat we echt met elkaar moeten uitbouwen en waar we graag aan bijdragen. Dank jullie wel als panelleden voor jullie intensieve betrokkenheid bij dit panel. En dan wilde ik graag nu doorgaan naar het tweede panel. En dat tweede panel, dat wordt ingeleid door de pitcher Jeroen Cox van KPN. Die al uitgebreid geluisterd heeft wat er natuurlijk gezegd is. Maar die gaat eerst gewoon pitchen en vervolgens ook deelnemen. Die gaat niet deelnemen aan het panel. Die zal alleen een pitch geven en we hebben 4 panelleden die zullen reageren. Ik geef nu Jeroen Cox van KPN het woord. Goedemorgen, ik ben Jeroen Cox, lead voor Energy Management en Circulaire Economie bij KPN. Graag deel ik met jullie onze ervaringen op het gebied van circulair inkopen. En ik zal daarbij meer specifiek ingaan op de rol van dataservers. In onze doelstellingen zie je eigenlijk dat we al lang bezig zijn met dit fenomeen. We zijn inmiddels klimaatneutraal voor onze eigen onderneming, exclusief de keten. En we hebben een sterke circulaire ambitie over 5 jaar. En daarnaast willen we de helft van onze ketenemissies verlagen in lijn met het Parijs Klimaatakkoord. Bedrijf KPN gebruikt eigenlijk een enorme hoeveelheid energie. En dat komt ook mede omdat we met z'n allen steeds meer data gebruiken. Je ziet ook dat over de afgelopen 9 jaar we 15 keer meer data gebruiken met z'n allen over dit netwerk dan in 2010. En tegelijkertijd zien we dat het hoeveelheid energie is gedaald met 25%. Er zit ook een belangrijke rol in voor het rationaliseren van je infrastructuur en dus ook serverparken. Waarbij je ziet eigenlijk dat iedere generatie meestal weer energiezuiniger is dan de vorige generatie. Circulaire economie kent bij ons 4 principes die ook overal terugkomen, ook in de inkooptrajecten. Dus het verminderen van virgin material. Dat kan bijvoorbeeld ook door te virtualiseren, ook weer een link naar servers, waarbij je meer applicaties toevoegt aan dezelfde hardware. En daarmee dus relatief minder apparatuur gebruikt. Maar ook het inzetten van recycled materiaal. Zo lang mogelijk wat je apparatuur doen,
de recycling optimaliseren en sturen op energieefficiëntie. Daar waar we kunnen, gaan we samen met partners kijken naar het ontwerp van onze apparatuur. En intussen zie je dat een aantal thuisapparatuur van glanzend wit behuizing is gegaan naar mat zwart, waarmee je ziet dat de recycled plastic is toegepast. Hetzelfde met een pilot op glasvezel. Daar waar we niet specificeren, zoals bijvoorbeeld blade servers, wat je aan de rechterkant ziet, kun je ook gewoon kijken naar websites van bekende fabrikanten, die vaak eenvoudige lifecycle analyse ook doen op hun producten, zodat je ook kunt zien dat ze steeds energiezuiniger worden. Voor die producten die we wel specificeren, zijn we bezig met productpaspoorten. Nou, daar komen ook inzichten uit die ook weer nuttig zijn als je kijkt naar een server. Want in feite zien we daar voor elektronische apparatuur dat het met name het printed circuit board de meeste CO2-impact heeft in de gebruiksfase. Gevolgd door de behuizing en de power unit. En, dat zijn dus ook typisch de elementen waar je over in gesprek kan. Onze inkoopbenadering start natuurlijk bij selectie, gevolgd door contracting. En ook in de RFP-fase zorgen we voor vragen, waaronder over circulariteit, aan de hand van de vier drivers die ik net liet zien. En die wegen we ook. En we zorgen ook dat dat verankerd is in onze leverancierscode. En we hebben een manifest gesloten met 18 partijen, waaronder ook Hewlett Packard, Dell, Cisco. En die samen die 18 partijen zijn samen goed voor zo'n driekwart van onze totale materiaaluitgaven. Dus we kunnen daarmee snel impact maken op circulaire economie. In het contract volgen we dat ook op. We werken ook samen met andere telecombedrijven in de Joint Audit Committee. Dat beslaat ongeveer de helft van de telecomindustrie. En daar wisselen we kennis uit, ook over circulaire economie. En we gebruiken een platform om de overige criteria te bewaken op duurzaamheid, zoals het audit op kinderarbeid, minimumloon en de overige arbeidsomstandigheden. En uiteraard kunnen we dat laten doorzakken in een dashboard, zodat we goed inzicht hebben waar we staan per categorie en per leverancier. Ten slotte wil ik jullie meenemen in de wereld van hergebruik en wat daar de opties zijn. Nou, het begint eigenlijk natuurlijk dat je eerst kijkt of je intern het kan hergebruiken. Je kan daarvoor bijvoorbeeld een interne marktplaats gebruiken, hè, zodat je als je aan de ene kant van het land een datacenter leegruimt, dat je ook checkt of dat misschien aan de andere kant van het land ook gebruikt kan worden. Slim omgaan ook met het verwijderen van harde schijven, en welke mate harde schijven nog herbruikbaar zijn, in plaats van dat je ze door de shredder alleen maar zou gaan gooien. Tweede is de markt verkennen. Nou, we maken graag gebruik van programma's van fabrikanten op inruil en waardoor je natuurlijk ook weer een stuk dekking hebt voor je nieuwe apparatuur. En ja, daar zit natuurlijk ook een hele verantwoorde supply chain achter. En tegenwoordig zie je ook dat er meer mogelijkheden zijn voor het gebruik van gecertificeerde tweedehands apparatuur. En ja, waarom zou je dat niet doen voor minder kritische applicaties? Hetzelfde zie je bij laptops ook komen. Veiling kan ook een instrument zijn als je daar weer zeg maar, circulaire eisen aan stelt aan die partijen die in die veiling komen. Dan zou je ook een veiling kunnen gebruiken om zeg maar, apparatuur die een beetje een mixback is, zeg maar, om die te verkopen. Nou, ten slotte in de keten, als je kijkt naar downstream, dan zijn we met allerlei initiatieven bezig om de inzichten te verbeteren. Om zo tot zo hoog mogelijk recyclingpercentage te komen. En dat doen we uiteraard samen met partners. Dank voor jullie aandacht. Ik wens jullie een goede paneldiscussie. Mocht je nog meer willen lezen over KPN, dan heb je hier wat links. Dankjewel, Jeroen. En dan ga ik nu meteen over naar panel 2. En die gaat vooral over de vraag op welke manier we de versnelling kunnen realiseren door breder de circulaire dataservers toe te passen in de praktijk, waarbij het accent vooral ook ligt op wat kunnen eindgebruikers, CQ-inkopers, zelf doen en wat hebben ze nodig om daadwerkelijk te kunnen acteren. Graag stel ik jullie voor wie er in het panel zitten. Ten eerste Clemens Esser, hij is van HPE.
Ten tweede Erik Lysica van Iron Mountain. Derde Rini van der Wiel van Radboud Universiteit. En Mimi Eelman van de gemeente Amsterdam. Ik wilde net zoals in het eerste panel jullie de vraag voorleggen, waarbij we weer eventjes de slide voor krijgen van het speelveld. Of jullie je kunnen voorstellen en dan ook meteen zeggen waar je in het speelveld je bevindt. Ik geef graag als eerste Clemens het woord. Goedendag, ik ben Clemens Esser, CTO bij Hewlett Packard Enterprise. En wij als Hewlett Packard Enterprise zitten eigenlijk aan de bovenkant van dit plaatje. Wij zijn leverancier van heel veel computers in het datacenter. Wij leveren die zelf via resellers, soms rechtstreeks aan klanten, soms met resellers. Wij zijn in een aantal gevallen zijn we system integrator, omdat we bij klanten grote projecten opleveren. En dan staan die spullen in een datacenter. En het werd net al gezegd, de cloud is het datacenter waarvan niemand weet waar die staat. Maar er staan wel degelijk spullen staan daar. En dan zitten we ook nog in het tweede gedeelte van de cyclus. Want als die spullen zo optimaal mogelijk gebruikt zijn in de datacenter, moeten die ook nog weer gerefurbished worden, waar de discussie van net was. Wij gebruiken daar vaak de term refurbished en recycled door elkaar. En ook daar hebben wij twee grote centra voor, één in Europa en één in Amerika. Oké, dus jullie zitten eigenlijk in dit plaatje op verschillende plekken in de keten. Ja. Ja, heel mooi. Dan graag Erik. Even je microfoon aan. Excuus. Goedemorgen. Erik Lysica, Iron Mountain Data Centers. Wij exploiteren datacenters wereldwijd. Ik ben vanuit mijn rol als operationeel directeur verantwoordelijk voor de dienstverlening en techniek binnen de Europese datacenters. En vanuit onze datacenters bieden wij typische colocatiediensten aan. Wij zijn dus geen eigenaar van de hardware in de datacenters. Maar wij faciliteren de ruimte, we leveren de stroom, noodstroom, koeling, fysieke beveiliging en de hardware in onze datacenters is van onze klant. Ja, dat benadruk je ook heel duidelijk en dat is belangrijk ook voor de discussie om te zeggen, jullie zijn, wat jullie altijd zeggen, het hotel. Waar ja, de klant de niet de bedden, maar de servers die ze zelf in bezit hebben neerzet. Ja, en vanuit die rol zien wij dus ook echt hele grote hardwarestromen, datacenter binnenkomen en weer uitgaan. In ons datacenter in Haarlem staan op dit moment zo'n 140.000 ICT-devices, grotendeels servers. En uiteindelijk op het moment dat ze het datacenter verlaten, hebben die ook een eindbestemming. Ja, dankjewel. Dan ga ik graag naar Rini. Goedemorgen, mijn naam is Rini van Wiel. Ik ben van de Radboud Universiteit. Ik ben ICT-specialist voor storage en virtualisatie. Daarnaast ben ik hardwarecoördinator en doe dus veel met hardware. In het plaatje ben ik zelf system engineer. De moersleutel interesseert me wel. De reparateur ben ik. En ik lever diensten en als universiteit zit natuurlijk in de gebruiksfase on-premise. Ja. Daar zien we natuurlijk veel ontwikkeling nu richting toch cloud. Maar dat is nog een stille verkenning, zeg maar. Ja, want jullie hebben je eigen servers staan, hè? We hebben twee datacenters gescheiden door een weg die door de universiteit heen loopt. We hebben in ieder geval twee datacenters. Maar in totaal zijn er 9 ruimtes op de universiteit waar computerverwerking plaatsvindt. Het is natuurlijk de bedoeling om dat een keertje in de loop der tijd te comprimeren tot 2 datacenters. Oké, daar horen we zo meer van. Tot slot, Mimi, graag. Dankjewel. Mijn naam is Mimi Eelman. Ik ben werkzaam als kwartiermaker energietransitie bij gemeente Amsterdam en specialiseer me vooral in het benutten van restwarmte van datacenters. En als ik kijk naar dit plaatje, dan gaat het over welke rol heeft de overheid nu? Nou, een hele belangrijke rol zit het in het formuleren van de doelstellingen en die vertalen naar een heel ambitieus inkoopbeleid.
Dat hebben we in Amsterdam ook gedaan. We zijn van plan om in 2030 100% circulair in te kopen. Dus ook onze ICT, hardware, software en diensten die daarbij horen. Als tweede zijn we in de positie om de randvoorwaarden te creëren voor een goede samenwerking en innovatie in het datadomein. Samen met de partners die in de ICT-keten werkzaam zijn. En als derde zijn we ook aan zet, of kunnen we aan zet zijn, om het bewustzijn onder consumenten aan te scherpen of meer aandacht te geven. Eerder werd het genoemd de rol van bijvoorbeeld Iron Mountain, die als een soort hotel de servers huisvest en ontvangt. Als overheid spreken we ook op andere onderwerpen de partijen in de keten aan op hun verantwoordelijkheid. En dus wat voor klanten ontvang je in je hotel en wat voor signalen zou je op moeten letten? En dat kan natuurlijk met de data-industrie ook steeds meer gebeuren. Dus dat zijn drie belangrijke rollen. En als ik dat dan vertaal naar dit plaatje, dan zijn wij vooral actief op de gebruiksfase. In de zin van het bewustzijn verhogen en het inkoopbeleid zo te formuleren dat je ook die doelstellingen kan realiseren. Oké, dankjewel. Heel duidelijk waar jullie zitten. Misschien leuk om dan meteen ook door te stoten naar de eerste vraag, om jullie eigen circulaire oplossingen die jullie al in de praktijk brengen voor het voetlicht of over het voetlicht te brengen. En als jullie dat willen doen, ook vanuit jullie positie in de keten, is dat heel leuk. En als je nog een reactie hebt op het vorige panel in dat licht, is dat natuurlijk ook plezierig om de samenhang met hetgeen hiervoor is besproken ook goed duidelijk te maken. En ik wil de vragen aan de mensen in de chat, om als je zelf eindgebruiker bent, om dan in de chat te zetten: ik ben met dit en dit al bezig. En dat sluit aan bij het verhaal van. Dan kunnen we Joppe weer vragen wat dat voor extra oogst oplevert. Graag geef ik als eerste Rini het woord. Want in het voorgesprek met jou vond ik het zo leuk om te horen wat jij allemaal al doet. En dat vanuit een vanzelfsprekendheid doet, zonder koudwatervrees, waarvan misschien anderen denken, hij doet het zomaar. Graag hoor ik, niet alleen ik, maar ook de luisteraars en kijkers, wat je te vertellen hebt. Dankjewel, Jacqueline. Ik wil dat heel graag vertellen. De Radbouduniversiteit is natuurlijk maatschappelijk betrokken. De service moet al jaren moeten groen zijn en duurzaamheid draagt daar aan bij. Op het moment dat een klant, interne klant, bij mij komt voor een nieuwe server, dan weet hij inderdaad niet goed wat hij precies wil. Dan vertaal ik de specificaties of de doelstelling van de klant vertaal ik in specificaties van de server. En daar speelt natuurlijk de prijs natuurlijk altijd een rol. Maar modulariteit van de servers speelt natuurlijk ook een hele grote rol. Dus we gaan altijd wel bij nieuwe servers uit van de laatste nieuwe ontwikkelingen. Met de bedoeling om de termijn waarin die server gebruikt wordt zo lang mogelijk te laten zijn. Even een voorbeeld. Als de server productie draait, dan heeft hij een ondersteuning door een supportcontract met 4 uur mission critical. En Dell die levert nu de 14e generatie servers met een maximum van 7 jaar. Dus in het vorige panel is al genoemd van de servers 5 jaar meegaan. De nieuwe servers die we nu hebben gaan al door naar 7 jaar. Met dat voor die dienst kan. Voor andere diensten maken we dan gebruik van, bijvoorbeeld als een technologische ontwikkeling nodig is voor de service zelf met de dienst die erop draait, dan is de afschrijving gewoon 5 jaar. En na 5 jaar worden ze vervangen door andere servers. Die servers, die worden na die 5 jaar,
productie worden ze in een acceptatieomgeving gezet. Dat betekent dat ze weer 5 jaar meegaan, omdat na 5 jaar worden de productieservices vervangen. Die worden doorgeschoven naar acceptatie. En de acceptatieservices, die worden doorgeschoven naar testservice. Dus als je een dienst hebt, die heeft dan een cyclus van 5 jaar. Met 1 aanschaf kun je dus 5 jaar doen. Een voorwaarde is dat de security wordt gewaarborgd. En dat de security, de ondersteuning van de leverancier gedurende die periode ook aanwezig is. Ik heb het daarover dan over firmware updates. Zodat de security, de software in de hardware, ook up-to-date kan zijn. En bijgehouden kan worden. Voor diensten die bijvoorbeeld webdienst leveren, maken gebruik van webservers op servers die 7 jaar meegaan, omdat dat gewoon het maximum is wat de leverancier op dit moment aanbiedt. Dus er is al in het vorige panel gezegd van dat servers modulair zijn en langer meegaan. En dat is ook wat ik ervaren heb. En dat is prima. Als aan het einde van het traject servers voor een dienst niet meer gebruikt worden, dan vervallen ze aan de hardwarecoördinator. En de hardwarecoördinator die kijkt of er onderdelen in die servers nog te hergebruiken zijn. En die gaan op de schap. De onderdelen worden dan in de productiemachines hergebruikt op het moment dat de specificaties dusdanig zijn dat ze gebruikt kunnen worden. Gaan onderdelen in het hele traject kapot, dan hebben we in eerste instantie nog een supportcontract voor 4 uur Mission Critical, waarbij apparatuur die defect gaat vervangen kan worden. Oké. Dus jullie hebben zowel een levensduurverhaal als een refurbish verhaal. En dat doen jullie allemaal in de eigen organisatie. En dat doen we binnen onze eigen datacenters. Ja. In verband met de tijd ga ik even door naar de andere. Ik wilde ook vragen aan Robert om te reageren. Wat zeg je nu, Robert? Nee, dat is niet goed. Erik graag. Ja, dankjewel. Wij komen natuurlijk uit een iets andere hoek, omdat wij, zoals ik eerder aangaf, geen eigenaar zijn van de hardware. Als je kijkt wat er bij ons in datacenter, misschien wel in de datacenterbranche de afgelopen jaren gebeurd is op het gebied van duurzaamheid en circulariteit, zie je dat er veel aandacht is geweest voor met name het terugdringen van het energieverbruik door overhead in datacenters. Kijk je naar een datacenter, dan zie je eigenlijk de ecologische impact van het servergebruik, energieverbruik van servers. En je ziet de impact van het feit dat er een datacenter staat en dat we de IT van onze klanten moeten faciliteren. Die verhouding is de afgelopen jaren bijzonder ver teruggedrongen van pak een beet 10 jaar geleden 1-op-1 naar 1-op-0,2 gemiddeld op dit moment. Daarnaast is er veel aandacht geweest voor het type stroom wat er in datacenters gebruikt wordt. Dus wij gebruiken 100% energie afkomstig uit duurzame bronnen. En dat is eigenlijk een beetje het traditionele verhaal van onze datacenter-industrie. Echter, afgelopen jaren is er veel focus gekomen op ook bijvoorbeeld hergebruik van restwarmte. Op dit moment zijn wij druk in gesprek met de gemeente Haarlem met betrekking tot de plannen om een warmtenet in de Waardepolder uit te rollen. Waarbij wij als colocatieleverancier, als datacenter, zullen fungeren als een van de belangrijkste warmtebronnen. En wat denk ik ook aardig is om in deze context te vertellen, onder het brand Iron Mountain. Iron Mountain is wat groter dan Iron Mountain Data Centers. Iron Mountain komt oorspronkelijk uit de hoek van de records management opslag. Het is een wereldwijd bedrijf, actief in 60 landen, opslag, archief, materiaal en wat aanpalende diensten. Onder dat label voeren wij ook onze eigen CTAD dienstverlening. Oftewel, wereldwijd nemen wij apparatuur, serverapparatuur van klanten in en zorgen we ook dat dat op een verantwoorde manier hergebruikt, vernietigd, dan wel opgedeeld in componenten wordt. Mag ik even onderbreken, jullie relatie met de eindgebruiker? Hè? Is het nou zo, als ze met hun server aankomen, dat jullie zeggen,
Nou, deze servers die willen wij niet, want deze servers mogen er alleen maar staan als jullie zorgen dat je, net zoals Rini vertelde, dit en dit en dit doet. Of hebben jullie geen relatie met deze eindgebruiker? Nee, dat is een meervoudig antwoord. Wij hebben in veel gevallen een relatie met de eindgebruiker. Alleen zijn niet altijd betrokken bij het design en het ontwerp van een IT-omgeving. Vaak zit dat dan in een voortraject. De system integrators hebben daar denk ik een redelijk prominente rol. En uiteindelijk als een IT-omgeving ontwikkeld, vaak aangeschaft is, dan wordt er ook nog een plek gezocht waar dat gehoust moet worden. Dus als je ziet waar wij nu met klanten praten over dit onderwerp, dan zit het met name, is dat met name aan de achterkant. Op het moment dat servers inderdaad het datacenter weer uitgaan. En wij zijn naarstig op zoek ook naar mogelijkheden om juist aan die voorkant ook in te kunnen prikken om dit onderwerp bespreekbaar te kunnen maken. Maar dat is, daar hebben we het medicijn nog niet voor gevonden. Nee, nou ja, maar misschien dat dit lab een begin is van deze ontwikkeling. Want het inderdaad op een verantwoorde manier dan afdanken, zoals we dat noemen, of herverwerken. Dat is al in beweging. Dat vertelde Jeroen ook in het vorige panel. Maar ik ga even, want je maakt een mooi bruggetje naar design, claimants. Kan jij iets doen met die eindgebruiker om te zorgen dat ze, zoals we dat in het eerste panel noemden, flexibel, op maat, fit for purpose inkopen? Ja, dat is een hele belangrijke. En een van de dingen die ik wel merk in de discussie is dat we niet moeten opletten dat we één dingetje gaan optimaliseren. We moeten wel holistisch blijven kijken, want als wij als IT-industrie alles willen oplossen, dan gaan we een aantal dingen suboptimaal doen. En dat zie je bij klanten, zie je dat eigenlijk ook. Klanten zijn bezig met consolidatie. Vroeger hadden ze 100 servers op een rij staan en die 100 servers zou je nu kunnen virtualiseren in één machine, als je daar voldoende memory en voldoende CPU in stopt. Maar dan krijg je weer de situatie, ga ik alle eieren in één mandje stoppen of durf ik dat niet? En dat soort discussies merk ik dat wij nu steeds vaker met klanten doen. En dan krijg je ook de situatie, als je zegt als we het heel lang gaan gebruiken, dan hoeven we geen nieuwe te maken. Maar op het moment dat je hem heel lang gebruikt, dan had je die 100 nog steeds gehad, in plaats van dat je de 100 naar 1 kan terugconsolideren. En je gaat dus de baten en de lasten, die liggen soms op verschillende plaatsen. En waar de ene iets doet en daar iets voor moet betalen, krijgt iemand anders daar de voordelen van. En als je dat naar een veel bredere schaal gaat kijken, als je nu kijkt dat je zegt van, zetten nu computers neer, waarbij we een behoorlijke footprint gebruiken, maar daarmee kunnen we het ontwikkelen van een COVID-vaccin veel meer versnellen. Is het dat dan waard? Of ga je dan op een gegeven moment zeggen, nee, dat is het niet waard, want ik moet mijn spullen langer gaan gebruiken. Ja. Dus dan kom je weer terug bij de eindgebruikers van fit for purpose. Waar doe je iets voor? En ga je op een gegeven moment kijken, hetgene wat ik hier aan het doen ben, is dat hetgene wat het op de juiste manier dat doet? En dan kom je bij het punt dat de beste computer is er een die je niet hoeft te maken, niet hoeft te kopen. En dat is zeker voor inkoop, is dat het stuk dat wij steeds meer in een pay-per-use situatie zitten. Dus dat neerzetten wat jij nodig hebt en ook daarvoor gebruiken. Dat is eigenlijk een beetje de gedachte zoals in de vorige sessie Microsoft dat doet. Want dan neem ik ruimte, capaciteit, compute capaciteit en storage capaciteit af bij Microsoft. Maar dat mag niet altijd. Je ziet dat er soms reguleringen zijn waarom dat niet mag. Er zijn mensen die hebben onderbuikgevoel waarom ze dat niet willen. Er zijn applicaties die dat niet kunnen. Dus er zijn een heleboel redenen. En zien we dat in de praktijk 70% van de oudere applicaties allemaal nog steeds bij een klant in het eigen datacenter moeten draaien. Of bij Erik in het datacenter van de colocation partij. Ja. En als je dat dan gaat doen, hoe ga je dat dan optimaliseren? En dan zien we dat zo'n pay-per-use situatie daar goed in helpt. En wat er dan aan de hand is, dat inkopers vaak aan IT-mensen een budget geven en zeggen, hier heb je geld en daar moet je de komende 4 jaar mee doen. En wat doe je dan als IT-man? Is dat je zegt, ik wil zoveel mogelijk hebben, want anders dan kom ik misschien wel tekort. Want het wordt vaak ook lastig gemaakt om over 1 jaar iets bij te kopen of over 2 jaar iets bij te kopen. Dus wat doe je dan
Als je denkt, ik heb 100 nodig, dan vraag je om 100, maar dan vraag je om 150 of 200. Want je kan hem naderhand niet bijkopen. En als je naar modellen gaat waarbij je dat pay-per-use doet, dan zien we dat klanten in de praktijk veel minder gebruiken als dat ze op voorhand dachten. En nog belangrijker, die spullen die worden niet voor niks gemaakt. En die spullen die staan niet een heel klein beetje te werken. Maar er staan veel minder systemen, staan volop te werken. En dan zijn ze veel efficiënter. Oké. En als we kijken naar wat gezegd werd over jullie rol. Hoe zijn jullie in de praktijk nu bezig om te zorgen dat die eindgebruiker in dit verhaal meegenomen wordt? Krijg je een rapport? Reageren mensen, oh, dat gaan we doen? Of is het die koudwatervrees? Nou, dat is deels koud water. Dat is deels, als je bij de overheid kijkt, zie je vaak dat de inkoopmodellen en de financiering dat die dat vaak lastig maken. Maar je ziet steeds meer klanten dat die in dat scenario meegaan. Ik ben zelf 10 jaar geleden in Nederland begonnen om dat soort dingen op het gebied van opslag te doen. Daar is het nu steeds gebruikelijker aan het worden. Maar je ziet dat nu ook voor computercapaciteit zie je dat steeds meer komen. En dat mensen zeggen, ik wil eigenlijk niet alleen maar compute en storage gaan doen, maar ik wil nog hoger in de waardeketen gaan zitten. En ik wil dat ik virtual machines bij jou kan afnemen. En dan gaan we de goede kant op. Want als we dat doen, dan kan ik als leverancier optimaliseren van welke set aan hardware zetten we daar neer. Hoe groot gaan we dat maken? Hoe gaan we dat zo efficiënt mogelijk maken? Daar de lifecycle in meenemen, zodat we kunnen kijken hoe zit dat met sustainability, hoe zit dat met power consumptie enzovoorts. Omdat wij weten wat er aan zit te komen en kunnen daar efficiënt mee omgaan. Dankjewel. En dan ga ik nu naar jou, Mimi. Als we vanuit een overheidsperspectief, als jij dit hoort, waar zou je dan, je noemde 3 soorten instrumenten waar jullie vanuit Amsterdam ook aan denken. Eén is inkoop, maar reageer alsjeblieft. Nou, ik wil allereerst gewoon complimenten geven voor het feit, hè, af en toe kan je je voorstellen dat de data-industrie of de datacenter-industrie zich een beetje in het verdomhoekje voelt gezet. Hè. Er werden eerder opmerkingen gemaakt van eigenlijk is dataverkeer een nutsvoorziening. Laat ik onderschrijven, dat wordt ook onderschreven, gewoon dataverkeer en ons datagebruik is onmisbaar in de huidige samenleving. We kunnen niet zonder en we willen ook niet meer zonder. En we gaan dus ook niet meer zonder. Datacenters en het dataverbruik is hier to stay. Maar het onderliggende verhaal is natuurlijk dat er nog steeds een exponentiële groei plaatsvindt. En dat ondanks alle fantastische initiatieven wat er al bereikt is, en dat zei de meneer van KPN ook heel duidelijk, in 10 jaar tijd is er ondanks een vervijftienvoudiging van het dataverbruik toch een 15% energiebesparing gerealiseerd. Dat zijn enorme stappen. Dus, en toch is het nog niet genoeg om die exponentiële groei bij te benen. Dus als overheid, ik heb gezegd, er zijn 3 rollen of 3 velden waarop je kan en moet acteren. En dat doen we als gemeente Amsterdam ook. Als eerste, we kunnen het niet alleen en je moet het met elkaar doen. Wat mij aansprak in de eerdere gesprekken is dat de relatie met die eindgebruiker, hè, dat wordt steeds duidelijker in de zin van dat we meer naar diensteninkoop gaan in plaats van hardwareinkoop. Nou, daar zit een enorme kans op verbetering. Maar de relatie met de consument, de eindgebruiker, die heb ik nog onderbelicht gezien. En als ik toch de parallel wil trekken, wat je als overheid ook moet doen en ook doet, is dat je ook uiteraard natuurlijk hoteleigenaren aanspreekt op wat voor type gasten ze ontvangen en hoe die gasten zich gedragen. Hè, dat gebeurt natuurlijk ook. En daar heb je wel degelijk, daar nemen we ook een rol in als gemeente Amsterdam. Maar met het datagebruik is dat nog veel minder vanzelfsprekend. Dat is nog niet duidelijk belegd bij de overheid. In de gesprekken daarover een paar jaar geleden heeft Greenpeace geprobeerd om toch actiever ons dataverbruik, hè, maatschappelijke aandacht te geven. Daar zou echt nog veel meer mee kunnen gebeuren, ook vanuit de data-industrie zelf. Okay. En ik zou willen oproepen, ga niet in de verdediging zitten. Datacenters en dataverbruik is onontkoombaar verbonden in onze samenleving, in alle haarvaten. Maar ga naar buiten met de impact die je kan maken, want technisch kan het. Ja, oké, dankjewel. Als we nou kijken naar jullie reacties, dan ook, is ook hier weer de teneur, eigenlijk kunnen we een heleboel, maar die samenwerking zou beter moeten worden.
En een van de elementen is het inkoopproces, waar je veel aan zou kunnen doen. Ik wilde graag vragen aan Selene om de slide die gaat over het inkoopproces even te presenteren. Want ik zou graag willen weten, en dan kunnen jullie even kijken naar deze slide, wat voor mogelijkheden jullie zien om bijvoorbeeld prestatie-eisen of anderszins procedurevoorstellen te doen die de inkoopprocessen circulairder kunnen maken waar het gaat om servers. We hebben het nog niet voor ons, maar dat gaat nu hopelijk gebeuren. En anders vraag ik even, oh ja, daar gaat het. Ja, daar is die. En ik zie hier vier verschillende mogelijkheden om het inkoopproces ook circulairder te maken. Zou jij, Rini, daar als eerste kort op kunnen reageren? Zie jij dit soort zaken als mogelijke punten op te nemen in een handreiking? Of heb je hele andere ideeën? Reparatie van servers is natuurlijk een mogelijkheid om een server weer up and running te brengen. Dus als je een goede kwaliteit server aanschaft en je hebt daar een goed contract voor, dan is dat natuurlijk prima, dan kan je ook lang mee. Het aantal refurbished data centers bij ons is, als je dat refurbished door een externe partij laat doen, dan is dat vrij gering voor het datacenter, omdat we die refurbishing eigenlijk zelf doen met de onderdelen. Onderdelen gaan pas weg op het moment, dan worden ze naar D2 afgevoerd. Dat is dus een verwerker, gecertificeerde verwerker. Ja. Dus. Maar als je deze punten ziet, is dit ongeveer, en we hoeven het niet helemaal precies te krijgen, maar denk je dan aan dit soort criteria voor inkopers? Of komt er iets heel anders in je op als je dit lijstje ziet? Ik kan ook even de anderen eerst laten reageren, dan breng ik jou straks weer in de discussie. Dan ga ik eerst even naar Clement nog. Ja, als ik naar deze kijk, dan zie ik die visie op de circulaire economie is denk ik een hele goede. Wat wij zelf zeggen, het gaat over wat doe je in het designproces, wat doe je in het manufacturingproces, wat doe je als die bij gebruikers in gebruik is en wat doe je als je de spullen afvoert. En daar moet je alle vier de stappen moet je erover nadenken, want als je het verkeerd designt, kan je de spullen lastiger recyclen en als je dat op de goede manier doet, dan kan je de spullen beter recyclen. En recyclen denken we vaak aan refurbished, maar refurbished heeft ook weer twee mechanismes. Je kan de componenten los hergebruiken en je zou het doosje in één keer kunnen hergebruiken. En vaak is het meest efficiënt om de losse componenten weer te gebruiken. Want anders dan zit je met servers die ouder zijn en die dus eigenlijk efficiënter zouden kunnen. Ik denk dat er nog één toegevoegd kan worden, of die laatste, het hergebruik en recycling services, die zou je ook naar voren kunnen halen. Want niemand gaat meer nieuwe spullen kopen zonder install base. Dus bijna elke klant heeft wel spullen die afgevoerd moeten worden, waar iets mee gedaan moet worden. En misschien is het wel verstandig om dat meteen aan de voorkant te beginnen en niet alleen aan de achterkant te gaan doen. Ja, en de rest die zijn logisch natuurlijk. Aan de refurbished dataservers, daar doen we heel makkelijk over. Maar voor grotere bedrijven moet je natuurlijk uitkijken dat je wil het zo goed mogelijk te behappen hebben. Dus als jij 1000 servers hebt, dan zou het leuk zijn als ze een beetje op elkaar lijken. Want anders wordt het heel veel werk om die zo efficiënt mogelijk te kunnen blijven gebruiken. Dat is voor sommige klanten juist een reden om refurbished servers te nemen. Want als je kijkt naar systemen die bij de hoogovens draaien of bij ProRail om het spoor van Nederland in de gaten te houden. Ja, die hebben gewoon spullen die zijn al heel erg beproefd. Dat draait al heel lang en die hebben heel vaak weer wat oudere spullen nodig. En daar passen dit soort dingen weer heel goed in. Maar ik zou zeggen, die visie is heel belangrijk. Ja. En het hergebruik van de spullen is heel erg belangrijk. En dat je het hele sustainability model, dat je dat in de hele cyclus van je producten hebt zitten. Ja. En het zou heel fijn
Ja, het zou heel fijn zijn, want we hebben in verband met de tijd niet de mogelijkheid om iedereen aan het woord te laten, dat wij op jullie kunnen terugvallen als we de handreiking maken om deze set criteria nog wat beter te krijgen en op een aantal punten uit te breiden, onder andere bij servers die moeten worden afgedankt tussen aanhalingstekens of anderszins het gebruik moeten krijgen. En de componenten, dus er ontbreken nog een heleboel dingen. Maar ik denk dat we met elkaar, met de mensen van het eerste en tweede panel, best in staat zijn om het lijstje compleet te maken, zodat we hiermee aan de slag kunnen. Ik wilde Joppe nog even vragen om de chatreacties aan ons te geven. Ja, nou, dan begin ik allereerst met een oproep om vooral vragen te blijven stellen aan iedereen die nog kijkt. Dus blijf vooral je vragen stellen. Iets wat ik wel wil teruggeven is dat er toch wat kanttekeningen geplaatst worden bij het idee dat de exponentiële groei van dataverkeer echt een gegeven is. Zijn er nou niet meer mogelijkheden voor consumenten, maar ook voor de zakelijke markt, voor bedrijven, om toch op de een of andere manier het datagebruik en het voortdurend opslaan van data toch ook de vraag daarvan terug te dringen. Dus dat wordt niet zo helemaal 1, 2, 3 als een gegeven beschouwd door de mensen die reageren in de chat. Ja, dankjewel Joppe. Mag ik even dit scherm weg van circulaire criteria? Dan kunnen we de mensen weer zien, dankjewel. En dan wilde ik vragen aan Erik om dat punt nog even kort te reageren. En eens een doorkijkje te geven van wat moeten we ons in de toekomst voorstellen? Het gegeven niet als gegeven aannemen, die groei. Maar ook, wat is de volgende generatie van technologie? We weten dat photonics en ook allerlei andere technieken zich snel aandienen. Kan jij daar een korte reactie tot slot op geven? Ja. Het is een hele interessante vraag en niemand heeft een glazen bol, maar als ik zeg maar de opmerking hoor en ik hoor je vraag, denk ik in eerste instantie dat het vooruit lastig zal zijn om zeg maar het overal datagebruik terug te dringen. Ik denk als je kijkt naar de nieuwe technieken, nieuwe ontwikkelingen die er zijn, dat we wellicht op een energetisch efficiëntere manier kunnen gaan communiceren, data kunnen transporteren, data kunnen opslaan. Maar het overal dataverkeer zal mijn inziens alleen maar toenemen. Misschien ook wel juist gedreven door die nieuwe ontwikkelingen en nieuwe technologieën die weer nieuwe functionaliteit beschikbaar stellen. Waarop andere bedrijven weer nieuwe diensten gaan bouwen. Dus we zitten wat dat betreft wel in een soort van vicieuze cirkel. Die eigenlijk het onderwerp wat we vandaag bespreken alleen maar relevanter en belangrijker zal gaan maken. Ja. En die photonics ontwikkelingen en alles wat daarmee samenhangt, heb jij het idee van die nieuwe generatie, quantum computing, ja ik bedoel, the sky is the limit, maar zitten we dan ook nog met die servers of moeten we dan heel wat anders voorstellen, gaan data via het licht, wat slaan we dan nog wel op? Ik heb geen idee hoor, ik ben wat dat betreft een leek. Ja, nee, ik denk zeg maar dat de optimalisatieslag daar met name zit in de transport van data en de manieren waarop we data wellicht opslaan. Je ontkomt er helaas niet aan dat je ergens toch processingcapaciteit of opslagcapaciteit zult moeten hebben. Dus of de servers er over 10, 20 jaar nog net zo uitzien als vandaag, dat denk ik niet. Ik denk dat die modaliteit waar we het al eerder over gehad hebben, dat die zeg maar een vlucht zal gaan nemen. Maar we zullen tot in lengte van dagen apparatuur nodig hebben die in ieder geval op servers zoals we ze vandaag kennen lijkt. Oké, dankjewel. Het is helaas niet mogelijk om de andere aanbod te laten komen omdat ik op de tijd moet letten. Ik wilde jullie hartelijk bedanken en ook concluderen dat ook hier weer een hele mooie punten naar voren zijn gebracht. Ook heel duidelijk dat degene in de sector zelf aangeven dat er veel meer mogelijkheden zijn. Benadrukt wordt heel erg van kijk niet als één schakel in de keten, maar holistisch naar het geheel, heel belangrijk. En kijk veel meer in de relatie tussen klant en toeleverancier, wat je ook kan doen in termen van pay per use en in termen van service in plaats van een product kopen. Want dan kan je ook echt een relatie opbouwen met elkaar.
Er is ook heel nadrukkelijk door Mimi ingebracht. De overheid kan wel degelijk ook wat via inkoopbeleid, via randvoorwaarden innovaties creëren en ook via wet en regelgeving. Dus ook daar zou die samenwerking in het netwerk van partijen op geënt moeten zijn, zodat we allemaal ook optimaal dezelfde kant op kunnen gaan. Of nou met minder dataverkeer in de toekomst rekening moeten houden, dat wordt bij de mensen die spraken betwijfeld. Maar dat we er efficiënter mee om moeten gaan en circulairder, dat zal iedereen beamen. Ik concludeer ook dat er verschillende acties zijn. Actie uit eerste panel is: we gaan met z'n allen de zichtbaarheid van wat er allemaal kan vergroten. Dat moeten we niet alleen bilateraal doen, maar dat moet eigenlijk veel proactiever. Dat is één. Het tweede is dat de inkoopcriteria heel goed kunnen worden ingezet. En ook de criteria die circulair zijn opgenomen kunnen worden in de te maken handreiking. En ik hoop op jullie samenwerking daarmee. We hebben het plan om dat ook in het kader van LEAP nu een analyse loopt van wat is de next generation van datacenters en wat dat betekent voor de discussie die we nu vandaag hebben. Die gegevens komen voor de zomer volgend jaar en misschien dat we daar ook weer een lab over gaan organiseren, ook om dit thema levendig te houden en meer mensen ook te betrekken bij deze discussie. En tot slot is het ook van belang dat we met jullie bij elkaar gaan zitten om te kijken, oké, als we dit nu allemaal willen, wie is dan aan zet en wie kan wat doen, zodat we gezamenlijk optrekken om dit tot een succes te maken. Als mensen die luisteren en kijken nog contact op willen nemen met een van de mensen die in de organisatie alles zo fantastisch hebben voorbereid, dan is dat in de eerste plaats Joppe inhoudelijk en ook Claire Teurlings en Marjolein Bot van de Amsterdam Economic Board. Die kunnen jullie inhoudelijk en ook procesmatig van alles ook weer vertellen over de volgende initiatieven. Het zou fijn zijn als de mensen die hebben gekeken feedback geven op dit lab en ook een korte vragenlijst beantwoorden die met de Mentimeter te doen is. We waarderen het enorm om jullie feedback te krijgen, want ja, wij willen natuurlijk toch ook altijd weer leren van wat we met elkaar nu hebben besproken. En rijp en groen mag in de Mentimeter opgenomen worden, want wij leren van kritiek en niet alleen maar van complimenten, want dan weten we niet wat we kunnen verbeteren. Ik wens jullie nog een fijne dag. Bedankt voor alle panelleden. Echt fijn dat jullie zo actief hebben meegewerkt. Ik merk dat jullie het ook aangaat waar we mee bezig zijn. Dat jullie ook vooruit willen. Dus dat is heel fijn om te zien dat dit initiatief mogelijk een eerste stap kan zijn om met elkaar veel verder te komen dan we nu op circulariteit gebied zijn. Dank jullie heel hartelijk. En hopelijk tot de volgende keer lab 24. We gaan gewoon door. Ik weet niet hoe lang, maar we stoppen er niet mee. Goedemiddag inmiddels.